Goedenavond, dames en heren. De wethouder van dienst is binnen, dus we kunnen beginnen vanavond. We hebben 2 dagen lang van... Mag ik even uw aandacht allemaal? Dank u wel. We hebben 2 dagen debatten. Er zijn maar liefst 7 debatten. Vanavond staan er 4 of 3 op het programma. Ik wil de bezoekers en kijkers thuis welkom heten bij de debat. De mensen hier in de zaal. De publieke tribune is vrij leeg, maar er zit er eentje. Welkom, Chris. En natuurlijk collega raadsleden. Welkom deze avond. Er staan 3 onderwerpen op het debat. De quickscan afval blijkt Twenterand. Dat is de derde. De tweede is de economische visie. En we gaan beginnen met de stadnotitie regionale energiestrategie. De RES Twente. Er staat een spreektijd voor van 5 minuten. En GBT, ChristenUnie, SGP, VVD en PvdA GroenLinks hebben zich aangemeld. Ik wil graag de GBT het woord geven. Marcus Schuijver. Ja, dank u, voorzitter. Het klimaatakkoord met als uitvloeisel de regionale energiestrategie Twente, oftewel de RES, is in enkele zinnen samen te vatten. Iedereen doet maar wat, er is geen eenheid. Tijd en technologie zijn niet op elkaar afgestemd. De betaalbaarheid is onduidelijk en het proces is dictatoriaal. Een van de redenen waarom gemeente Belangen Twenterand 14 jaar geleden is opgericht, is dat wij onze inwoners vroegtijdig willen betrekken bij plannenmakerij. De regionale energiestrategie druist hier tegenin. De Raad van State zei je onlangs in andere bewoordingen over: het is nodig dat er bij de uitvoering van het klimaatbeleid aandacht komt voor democratische legitimiteit op lokaal niveau. Anders voorspelt men tegenwerking van de bevolking. En zolang de stem van onze inwoners bij een dusdanig ingrijpend onderwerp niet serieus gehoord wordt, zal GBT geen handtekening zetten bij het kruisje. U begrijpt dat een wijzigingsvoorstel van ons in de lucht hangt. Maar GBT vindt wel dat we een bijdrage moeten leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Het op zoek gaan en overschakelen naar alternatieve energiebronnen staat bij ons op een lager pitje. Want je doet eerst het een en dan pas het ander. En zo'n proces onderneem je samen. Samen met de inwoners, samen met de gemeenteraad. Echte inspraak en geen schijninspraak, met een visie als eenheid. Dat klinkt logisch, maar de praktijk van alle dag laat zien dat het niet zo is. De regionale energiestrategie bezet de 2 laagste treders van de participatieladder en heeft een laag democratisch gehalte. Het heeft zelfs wat dictatoriale trekken, waarbij enkele van de 14 gemeenten gewoon hun eigen gang gaan en met hun eigen bord komen. Zoals ik al zei, iedereen doet maar wat, er is geen eenheid. In ons verkiezingsprogramma, geldig tot en met 2022, is over klimaat onder meer het volgende te lezen. Elektrische treinen op spoorlijn Almelo-Marienberg. Geen boringen naar gas uit gesteenten waarbij chemische middelen worden gebruikt. Streven om verstandig om te gaan met energiebronnen en milieu. En windmolenparken, wel windmolens tot maximaal 25 meter. Daarnaast hebben we als raad afgesproken dat tot 2024 windturbines of windmolenparken niet mogelijk zijn in Twenterand. Zie hiervoor het ruimtelijk beleidskader duurzame energie. Waar doen we het allemaal voor, die energietransitie? Als Nederland alle 600 klimaatmaatregelen uitvoert die in dat akkoord staan, zal de temperatuur 3/10.000ste graad dalen. Dat is 0,0003 graden. Nederland, hè? Reken het eens om naar Twente of naar Twenterand. Nederland zal mondiaal 0,5% bijdragen aan CO2-uitstootvermindering. Ervan uitgaande dat het inwoneraantal in ons land niet stijgt. China stoot alleen al 30% uit aan CO2 en dan laat ik Rusland en Amerika nog maar achterwege. Met andere woorden, voorzitter, het effect van de maatregelen uit het klimaatakkoord en helemaal met de RES Twente is als een druppel die verdampt voordat het de gloeiende plaat heeft bereikt. Waar zijn we mee bezig? Zoals in het begin aangehaald, er is geen eenheid. Niet in de wereld, niet in Europa, niet in Nederland, niet in de provincie en ook niet in Twente. Omdat iedereen maar wat doet. Tonend is de praktijksituatie in de regionale energiestrategie. Er gaan gemeenten met een eigen bord komen om windmolenparken en losse windturbines her en der te plaatsen. Hoezo eenheid? Lokaal voorbeeld
een familie aan de Oeverweg in Frieseveen. Ze gebruiken geen aardgas meer omdat ze graag een bijdrage willen leveren aan het klimaat. Wat is de beloning? Een afsluitboete van de koolgas. En zij wijzen weer naar Den Haag, want ja, de regels zijn niet op elkaar afgestemd. Ook hieruit blijkt dat het te snel gegaan wordt met de energietransitie. Iedereen doet maar wat, er is geen eenheid. Nog een lokaal voorbeeld, woningcorporatie Meijonderwonen wilde aanvankelijk 240 huurwoningen per jaar verduurzamen, vertelde ze vorige week hier. Maar men komt niet verder dan 80 huurwoningen. Oorzaak, tegenwerkende maatregelen vanuit Den Haag. Ook hier, het een is niet op het ander afgestemd. Zoals ook het elektriciteitsnet niet berekend is op vervangende energiealternatieven. Eerst geeft Enexis een go voor de zonneparken. Dan blijkt dit jaar ineens de elektriciteitsnet overvol. Vragen wij hier vorige week in deze zaal aan Enexis hoe dat komt, is een reactie. Tot 2016 had niemand erop gerekend dat zonnepanelen op land rendabel zouden worden. Gemeenten hebben daar pas jaren later kunnen vertellen, maar de stekkers zaten al in het contact. Ondernemers vissen nu achter het net door deze misrekening van de energiemaatschappij. Ook hier, iedereen doet maar wat, er is geen afstemming. Het netwerkcapaciteitsprobleem is zelfs zo groot dat over 5 tot 10 jaar pas de gewenste capaciteit geleverd kan worden, zo werd vorige week verteld. Zoals ik al eerder zei, tijd en technologie zijn ook hier niet op elkaar afgestemd. Trouwens, de capaciteitsprobleemoplossing komt voor rekening van onze inwoners, vertelde Enexis vorige week. De heer Elzenga, zou u willen afronden? Ik doe mijn best. Afsluitend inderdaad, het is beter ontwikkelingen af te wachten, zolang opslag van nieuwe energie niet mogelijk is. Want zonder opslag geen geslaagde energietransitie. En er zijn testen met zeecontainers vol met accu's, maar recyclebaar is het niet, vervuilend is het wel. De veiligheidsregio is nog steeds op zoek naar de techniek om brand in woningen en elektrische auto's te kunnen blussen vanwege het licht ontvlambare lithium. De heer Veldmeijer heeft een vraag. Oké. Dank u wel, voorzitter. Ja, mooie teksten. We scharen ons daar volledig achter. Alleen we moeten zien hoe dat natuurlijk in de praktijk uitvalt. Ik weet dat GBT geen windmolens groter wil hebben dan 25 meter. Alleen de rest is zo opgebouwd. Op het moment dat de provincie of de gemeente te weinig doet in de rest, dan komt er bijvoorbeeld een inpassingsplan, komt er dwang vanuit de provincie. Doet de provincie te weinig, dan komt er weer dwang vanuit de overheid. Bent u niet bang, vraag ik via u, voorzitter, aan mijn collega, dat er uiteindelijk, ongeacht wat er in uw coalitieakkoord staat met de ChristenUnie, hier toch windmolens zullen verrijzen? Want de rest gaat nou eenmaal voor 90% over zonne-energie en windenergie. Bent u daar niet bang voor? Nou, heer Veldberg, ik ben voor niemand bang, ook niet voor de provincie of voor de overheid, dat er een soort van PIP kan komen, hè, een provinciaal inpassingsplan, dat weten we. Maar we zullen wel tot een gaatje gaan. Dus ze zullen eerst met ons willen praten of wat dan ook, dus we gaan niet zomaar even zeggen van dit is het. En het punt wat wij hier willen maken is, want dat is eigenlijk de samenvatting, wij willen gewoon dat onze inwoners erbij betrokken worden. Het is een heel ingrijpend plan. En de gemeenteraad, nou, u hebt de stukken zelf gelezen, dat noemen ze dan sturingskracht. Eigenlijk is het gewoon opleggen of verplichten, of nou ja, met mes op de keel, laat het zo maar zeggen. De gemeenteraad heeft daar ook iets over te zeggen. Wij gaan wel over de ruimtelijke ordening. En met de ruimtelijke ordening, als u daarin iets wilt wijzigen, of wij, dan vinden we wel dat inwoners daar wel iets van over moeten kunnen zeggen. En ze moeten ook betalen namelijk, hè. Voorzitter, ik was bezig in de afronding. Ik had even over lithium, dat het licht ontvlambaar is. En dat de veiligheidsregio Twente, we hebben daar een bijeenkomst over gehad. En er werd al verteld dat het eigenlijk ja, geen blusmogelijkheden op dit moment zijn. En dat is natuurlijk ook wel een zorgelijk punt. Er komt nog een vraag achteraan van de heer Jonker. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoorde de heer Elsinga net zeggen over er hangt een wijzigingsplan in de lucht. Wat houdt dat in? Maar bijdragen van alle partijen zijn welkom, maar laat ik het zo zeggen, je kunt zeggen dat je ergens tegen bent, maar je kunt ook proberen bijdrage te leveren. Ik heb ook gezegd, van, wij hebben ook een aantal zaken waar we zeker aan bij willen dragen. We hebben ook een motie van SGP ondersteund, en bijvoorbeeld zonnepanelen op bij zandwinningslocaties, hebben wij geen problemen mee. En de twee zonneparken die nu liggen, hadden wij ook geen problemen mee, omdat het geen landbouwgrond was. Hè. Het was een recreatiebestemming en dat had een industriebestemming, nou, dus dat was geen probleem. Met windmolens, we hebben het al 25 meter, er is bijvoorbeeld een dorp die heeft een energiestraat en daar staan dan een aantal windmolens van ongeveer
15, 25 meter langs een straat in kleuren en weet ik allemaal wat. Je kunt ook een beetje creatief zijn in dat soort dingen. Het hoeft niet per se zo'n windturbine van 240 meter te zijn. Helder, voorzitter, maar het ging er mij even om van wat dat wijzigingsvoorstel, wat heeft dat als doel, snap ik wel, uw tekst snap ik. Maar wat vragen wij straks aan het college, aan deze wethouder? Moet hij daarmee naar de werkgroep of wat? Daar ben ik naar op zoek. Wat is het procedureel? Het wijzigingsvoorstel zal vooral inhouden dat wij onze inwoners erbij betrekken. En de gemeenteraad, uiteraard. Maar wij zitten hier niet voor de windmolenboeren, de zonneparkboeren, de provincie. Wij zitten hier voor onze inwoners. Wij zijn volksvertegenwoordigers van de gemeente Twenterand. En als je in zo'n groot ingrijpend proces als dit, dan moet je echt de inwoners erbij betrekken. En ik denk dat de wethouder straks op wil vertellen dat Keulen en Parijs niet in één dag zijn geboden. Het is nog best wel wat tijd. Dus er is ook best wel wat tijd om de inwoners erbij te betrekken. En wij zijn best wel benieuwd, want misschien zitten wij er wel helemaal naast, of jullie, dat weten we niet, wat zij ervan vinden. Uiteindelijk moeten de inwoners het wel betalen. Dus voorzitter, waar gaat het ons om? Inwoners staan buitenspel, mogen wel voor de kosten opdraaien en daarom willen wij ze ook inspraak geven. En gemeenteraad, het moet niet zo zijn dat we alleen maar tekenen bij het kruisje, maar dat wij ook er iets over kunnen zeggen met elkaar en dat het hier in de raad besproken wordt. Er komt nog een vraag van de heer Veldmeijer. Ja, dank u wel. Ik werd getriggerd door de opmerking, we hebben nog wel tijd, maar we hebben juist amper tijd. Want volgend jaar, voorzitter, moet de conceptres klaar zijn en het jaar erop moet de definitieve res klaar zijn. Dus hoezo hebben wij nog tijd? Daarom heb ik ook gezegd dat wij met een wijzigingsvoorstel komen. Hè? Dus dan kun je wat zelf meer tijd geven. En als het gaat om maatregelen, die hebben wij. Hè? We hebben ook op papier gezet wat wij daarvan vinden. Hè? We vinden bijvoorbeeld, als je CO2-uitstoot wilt verminderen, dat begint bij beter geïsoleerde woningen, want dat betekent dat er minder in de lucht komt. Dat is een begin. En het heeft geen zin om warmtepompen te hebben als je geen goed geïsoleerde woning hebt. Dat zijn hele logische, simpele communicaties. Daar begin je gewoon eerst mee. Dus daar kun je gewoon mee van start gaan. En die energietransitie, tenminste, ik lees het zo, het hoeft allemaal niet voor 2023. We hebben de tijd tot 2030 en dan komt er nog weer 2050. Ik moet ook nog zien wat alle andere gemeenten vinden, of ze daar zomaar in meegaan. En wat dat betreft, we hebben hier natuurlijk ook te maken nog met een militaire laagvliegroute. En er is niet veel mogelijk als we het bijvoorbeeld over windturbines hebben. Frieseveen, Vroomshoop, Geerdijkwestraat, daar kun je helemaal niks. Je kunt een stukje bij Den Ham en vlak aan de Solskanaal kun je volgens mij nog wat, als ik meer duidelijk vind. En in Frieseveen kun je alleen nog wat in de uiterste hoeken richting Almelo. De Zandagraven kun je nog wat, Wijtemanslanden, maar houden het op zo'n beetje wel op. Dat was het, voorzitter. Dank u wel voor uw bijdrage en dan wil ik graag het woord geven aan de ChristenUnie. De heer Smelt. Voorzitter, dank u wel. Even kijken. Goed, regio's zijn verplicht om met een aanbod te komen. Zo hebben wij althans deze nota gelezen. Hoe voorzien we onszelf van duurzame energie en duurzame warmte zou een basisvraag kunnen zijn. Wat is nodig en wat is beschikbaar? We hebben het zo gelezen dat de stadmotor vooral een goede manier, de stadmotor vooral het proces is op een goede manier dat in gang te zetten. En volgens mij, volgens ons, zit daar ook meteen de crux. Hoe krijg je ze, alle noodzakelijke partners en groeperingen, allemaal aan boord? Pagina 6 van de nota is een interessante. Heeft iemand van jullie enig idee wat daar eigenlijk staat? Wethouder, ik stel hem aan u. Heeft u enig idee hoe mega ambitieus datgene is wat daar staat? Dat is nog niet te overzien. We zijn al voor 2020 bezig in de overprogrammering en de vergunningssfeer laat duidelijk zien waar de problematiek in onze ogen zit. Het is nogal een stuk. En wat hier staat, dat weten wij ook wel, is natuurlijk een rechtstreekse vertaling uit het klimaatakkoord. Dit zijn landelijke afspraken. Maar goed, je moet een richting hebben. Maar de vraag is, welke handvaten schrijf je dan op in een regionale energietransitie? Maar hoe ontwikkelt zich dat? Dat geldt overigens voor alle 30 RES-regio's op een schaal van Nederland. Waarom zou je dit of dat moeten doen? Ja, je zou kunnen zeggen, anders verzuipen we hier in Nederland. Maar goed, hoe relevant is dat? Onze fractie vindt het op zich een enorme kluif. Maar we zouden ontwikkelingen graag van onderop willen mee beslissen.
De helft van het eigenaarschap moeten we als gemeente, denken wij, toch ook wel regisseren. Wat is daar overigens uw visie op, wethouder? Dit gaan we ook niet automatisch zomaar regelen. Er zit dus een enorme opdracht om te zorgen voor draagvlak. In redelijk korte tijd moet er heel veel gebeuren. En wat gaat ons dit eigenlijk allemaal kosten? Aan inzet, aan inzet in energie. Oh ja, vandaag werd trouwens weer duidelijk. Tennet heeft geen capaciteit op het net. Meneer Elsinga had het er net ook over. De prijzen van de nota voor onze burgers gaan de komende jaren fors stijgen. Waarom? Omdat ze geen visie hadden, niet afgestemd zijn, niet vooruit konden kijken. Maar wat vandaag gebeurt is wel de realiteit. Dit is onze toekomst. In het filmpje waarover vandaag ook door u werd getwitterd, wethouder, zien we lokale ondernemer Abink aardappelen. Hij wijst naar boven en zegt op dit dak kan prima een duurzaam dak ontstaan, maar ja, geen capaciteit. Dus ik kan mijn ambitie niet waarmaken. En dat zijn allemaal van die dingen, die de voorbeelden die de GBT ook noemt, waarmee je meteen in een conflict zou kunnen komen. Hoe doe je dat in vredesnaam? Met welke partijen heb je dan te maken? Nog een voorbeeld. Enerzijds hebben we het over duurzaamheid. Ik heb met meneer Veldmeijer onlangs aan de interruptie over duurzaamheid gesproken in een heel andere context rondom Sobeco. Maar duurzaamheid heeft een enorme containerlading. Maar circulariteit, daar zijn we naartoe onderweg als Nederland. Nederland moet in 2050 volledig circulair zijn. Maar duurzaamheid en circulariteit zijn totaal niet met elkaar in balans. We hebben wel dezelfde doelstelling. Doelstelling om een energietransitie mogelijk te maken. En ja, meneer Elsinga, u heeft hartstikke gelijk als u zegt, een waterpomp heeft geen enkele zin als uw woning niet geïsoleerd is. Luchtdichtheid in een woning is een van de cruciale dingen om in ieder geval een behagelijke temperatuur in uw woning te hebben. En daar is een techniek als installatie een hulpmiddel bij om dat in ieder geval in balans te krijgen. Maar met kwartzienielichtjes kunt u diezelfde kamer ook warm krijgen. Wat zijn dan de goede keuzes? Waar ga je voor? En er zitten ook interpretabelen in. Dus kortom, er zijn heel veel open einde. En er zijn ook heel veel kansen. En er zijn ook heel veel mogelijkheden. Voorzitter, en daarom ook voor u wethouder in de enorme kluif om ons te overtuigen, en ik hoop dat u daar straks in uw bijdrage ook zult proberen, van de noodzaak van deze rest voor onze gemeente Ventrand. Nog één ding. De landelijke overheid pompte ondanks miljoenen in Groningen. En ik begrijp dat. Een gasprobleem, maar daar moet dat voor terugkomen. Waarom heeft de landelijke overheid dat gedaan? Waterstof wordt daar in een ras tempo ontwikkeld als een van de nieuwe energiedragers voor duurzame energie. Google is aangesloten, Shell is aangesloten, natuurlijk is Shell aangesloten, want dat is een belastbare manier om de benzine die ze nu belastbaar stellen op een andere manier met een andere brandstof opnieuw via een transportsysteem Nederland in te krijgen. Shell doet dat niet voor niets. Shell is groen geworden, althans. Men vindt dat Shell groen aan het worden is. Dus ook voor Shell zit daar een noodzaak in om zich te transformeren. Bijzonder voor een olieraffinaderij zou je haast zeggen. Maar toch doen ze het. In waterstof. Q-bus, 30 nieuwe bussen in Nederland. Gefinancierd. Waarom? Waterstofbussen. Daar ziet men de toekomst in voor krachtige motoren. Waar hebben we het eigenlijk allemaal over? Woningen, vervoersmiddelen. Nou, ik heb het nog niet eens over windmolens en over zonnepanelen gehad. Die zouden ze er zomaar aan kunnen koppelen. Maar zijn die dan circulair of zijn die dan duurzaam? Dus er zijn best veel vragen ook bij ons. Alhoewel we de basisgrondgedachte, en dan sluit ik me af, en dan ga ik de vraag beantwoorden. De basisgedachte om naar een duurzaam circulaire wereld volledig omarmen en ondersteunen. Puur vanuit onze verantwoordelijkheid om rentmeester te zijn voor deze aarde. Dank u wel, voorzitter. Dan komt er nog een vraag van de heer Veldmeijer. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is al aangehaald door de heer Elsinga, nu ook weer door de heer Smel, dat inderdaad als mensen over moeten schakelen, het is dwangmatig, woningen van het gas af, maar als hun woning niet geïsoleerd is, hebben ze niks aan een warmtepomp. Dus mensen moeten een keuze maken, of op vakantie of een warmtepomp. Of een nieuwe keuken of het huis isoleren. En die keuzes, dat zijn geen vrije keuzes meer, dat is puur dwang opgelegd door de overheid. En ik wilde toch weten wat mijn collega van de ChristenUnie daarvan vindt, die dwang die de overheid oplegt. Want we zien in andere landen zien we een enorme toename van het gas. Het wordt ook gestimuleerd. Waarom moeten die bussen op waterstof rijden? Kan ook prima op aardgas. Maar wat vindt hij van de dwang die uitstraalt uit deze energietransitie, uit deze rest?
Nou, voorzitter, mijn bijdrage blijkt al dat wij niet staan te juichen en wij hebben heel veel vragen. En ik zie ook dat dat bij de overheid ook zo is. Laat ik u vertellen, als ik kijk naar hetgene wat men aan het voorstellen is, dat de ministeries het zelf ook niet allemaal exact weten. Als we alleen al kijken naar de waterpomp aan zich, ik zou u vertellen, ik adviseer niemand de waterpomp. Heeft u wel eens een sinaasappel in uw handen gehad met 45 saté-prikkers erin? Moet u die eens een dag op uw bureau laten staan? En moet eens kijken wat er met die sinaasappel gebeurt. En stelt u nou eens voor dat die saté-prikkertjes warmtepompen zijn. En die mooie sinaasappel de moeder aarde is. Dan heeft u meteen antwoord op, op de vraag. Ik zou u willen adviseren om een hele andere techniek te krijgen. Die nu te veel in ontwikkeling zijn. Uw huidige CV-systeem werkt bij 60 graden warmte in uw CC-netwerk. Dat kan op dit moment niet. Er zijn ontwikkelingen aan de gang dat het moet kunnen en u het huidige CV-netwerk met een ander type ketel straks kunt verwarmen. Niet via een hybride of een warmtepomp. Dus de installatiewereld, ik heb daar afgelopen week nog intensief met een partij over gesproken, is nog lang niet zover dat die technieken betaalbaar en haalbaar zijn. Dan praten we nog niet eens over de dwangmatigheid van de overheid. De BV Nederland, de technieken die er zijn om dit te kunnen realiseren, die moeten het oplossen. Ik vind dat de markt daar veel harder en beter in moet voorzien. Dat is mijn kritiek. En dan moet de overheid voorwaarden creëren. En niet dwangmatig zijn, dat moet u doen, want dat is de beste oplossing. Ik geloof niet in alle oplossing. De heer Veldmeijer, mijn laatste vraag. Ja, maar wat doen we dan met al die mensen die, het niet kunnen betalen? Geen zonnepanelen kunnen betalen, geen warmtepompen kunnen betalen. Het isoleren van hun woningen niet kunnen betalen. Want die betalen de rekening. Van alles wat er nu op handen is in die energietransitie. Hoe gaan we met die mensen om? Want er zijn er nogal wat. Ik zou de banken een opdracht geven om dat financierbaar te stellen. Op het moment dat je maandlast. Ik zou wonen belasten en niet een hypotheek. Ik zou ervoor zorgen als ik bank was. Dat als de hypotheeklast naar beneden gaat. En dus ook de rekening naar beneden gaat vanwege zonnepanelen of andere voorzieningen. Dat die op die manier meer gefinancierd worden en eigendom worden van de woning. Dat zou ik een goed model vinden. En overigens zijn banken. Ik dacht, Rabobank, hebben daar wel modellen voor op de plank liggen. Heren, beide dank voor uw bijdrage. Dan gaan we door naar de SGP. Wie mag het woord geven? De heer Jonker. Dank u wel. Voorzitter, we bespreken vanavond de REST Twente. Nog dank voor de informatiebijeenkomst vorige week, donderdag. Die was zeer zinvol. Voorzitter, het thema duurzaamheid en milieu is haast het gesprek van de dag. In de media, de politiek, maar ook in de samenleving. Er wordt veel over gesproken. Vorige week las ik nog een artikel in de Friese Veense Courant van donderdag 15 mei 1987. Daar stuitte ik toevallig op. Daar werd verslag gedaan van een commissievergadering. En daar werd ook over energiegebruik van gemeentelijke gebouwen over gesproken. Dat we daar veel te nonchalant mee omgaan. We leven nu ruim 30 jaar later en we hebben het er nog over. Het is onze alle verantwoordelijkheid om verantwoord om te gaan met onze planeet. Duurzaamheid is een breed begrip en vanuit een goed rentmeesterschap die we als mensheid hebben over de schepping, zullen we toch ons verstand moeten gebruiken om de aarde niet uit te putten. People, planet, profit zouden met elkaar in evenwicht moeten zijn. We moeten niet denken dat we als mens alles kunnen regelen door aan de klimaatknop te draaien. Het gaat ook om gedrag van ons als mens. Energiebesparing. Wij consumeren te veel. Het kan wel soberder. Als overheid kunnen we dit probleem ook niet allemaal oplossen. Maar wat is het probleem? Naar welk probleem zitten we te kijken? Voor de een is het 11:55, voor de ander is het al 11:45. En weer een ander roept meewarig, hoezo probleem? Helemaal geen probleem. Allemaal gecreëerde papieren problemen. Je ziet dan ook dat iedereen over elkaar heen buitelt. Je komt er 1, 2, 3 niet uit. Maar de democratische werkelijkheid is dat het klimaatakkoord en daaruit voortvloeiende klimaatwet, of het nu wel of niet leuk vinden, het heeft betekenis voor iedereen. Er zijn wettelijk doelstellingen opgelegd die gehaald moeten worden. En de verantwoordelijkheid van ons allemaal is om daar een verantwoorde manier invulling aan te geven. Mijn eerste vraag is, wat is de boodschap van Twenterand met de daarbij behorende bijdrage, CQ inzet geweest in de voorliggende RES? Staat het college voor de 100% achter de RES? Want dat kan ik niet uit de stukken halen. Als je de RES vergelijkt met die van West-Overijssel, dan geeft West-Overijssel een concretere invulling aan participatie. Uiteindelijk gaat het om een ruimtelijk vraagstuk.
als het om zichtbaarheid gaat, windmolens, zonnepanelen, noemt u maar op. Vorige week werd tijdens de informatiebijeenkomst aangegeven dat de ambitie van Twenterand is om in 2050 energie neutraal te zijn. Maar ook dat bijvoorbeeld windmolens tot 25 meter zijn toegestaan. Ook daarmee vrees ik dat er een grote verrommeling ontstaat in het landschap. Want 25 meter is ook niet niks. Voorzitter, draagkracht en draagvlak zijn sleutelwoorden voor succes. Maar hoe gaat u hieraan vorm en inhoud geven? De communicatie met de samenleving en inwoners gebeurt onder lokale regie, lees ik. Wat gaat u concreet doen de komende maanden? Feit is dat er onder ons bevolking ook een groot deel veel sceptisch leeft en weerstand is tegen het klimaatgedram. Het is niet uit te leggen dat wij van het gas af moeten terwijl in Duitsland juist gestimuleerd wordt om gas te gaan gebruiken. Om het draagvlak te vergroten zullen we in eerste instantie niet moeten uitgaan van overprogrammeren. Dat zou wat de SGP betreft uit de rest moeten, want er staat overprogrammeren. Waarom nu gelijk over gaan programmeren? We kunnen zien wat overprogrammeren betekent nu wij in Nederland zo nodig zoveel Natura 2000 gebieden hebben. Laten we niet meer doen dan nodig is. Ook dat is solidariteit. Er staat veel tijdsdruk op. Zorgvuldigheid gaat van ons voorop. Dat betekent ook niet dat wij moeten gaan treuzelen. Maar wel om ook draagvlak te creëren onder de bevolking. Ook als het gaat om, ja, noem het woord maar, windmolens. Of verdere dingen die bij de energietransitie horen. Tot slot, voorzitter. Energietransitie is van alle tijden. Los van welk klimaatakkoord of welk wet of res ook. Van turf gingen we op kolen en van kolen op gas. En de nieuwe technieken bieden ons genoeg uitdagingen om nog weer beter, schoner en rendabeler om onze energie op te wekken. Aan ons allen de taak om dit in goede banen te leiden. Dank u wel. Dank u wel, de heer Jonker. Dan wil ik graag het woord geven aan de VVD. De heer Koops. Dank u wel, voorzitter. Deze startnotitie, regionale energiestrategie voor Twente, is een mooie uiteenzetting van maatregelen die we in Twente zouden kunnen nemen om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Verdere uitwerking zal nog plaats hebben en dit zien we nu eerst als een uitgangspunt. Zoals ook al opgemerkt is niet meedoen aan de rest Twente geen optie. En zullen we dus goed moeten monitoren wat dit dan voor effecten heeft voor onze gemeente Twenterand. Natuurlijk is het goed om de doelstelling op regionaal niveau te proberen te halen. Je loopt echter wel tegen diverse tekortkomingen op, die de uitvoering belemmeren. We weten allemaal dat bijvoorbeeld de elektriciteitsnet onvoldoende is op bepaalde plaatsen om weer energie terug aan het net te kunnen gaan leveren. Van bijvoorbeeld zonneparken. Mijn vorige sprekers hebben al een aantal voorbeelden genoemd, maar ook vandaag in Tubantia stond nog een heel stuk over een ondernemer in Westerhaar die daar ook graag gebruik van zou willen maken en dat kan niet. De VVD heeft dan ook de vraag hoe deze rest dan specifiek uit gaat pakken voor onze gemeente Twenterand. Qua zonneparken zijn we al voorzien en de windmolens zullen in deze collegeperiode niet komen volgens de coalitie. Kan de wethouder dan al enig licht werpen op wat dit dan voor onze gemeente grofweg gaat betekenen? Dank u wel. Dank u wel, de heer Kobers van de VVD. Dan geef ik graag het woord nog aan de PvdA GroenLinks, Stefan Reusken. Dank u wel, voorzitter. Zoals al bleek uit de bijdrage van de vorige sprekers, geen onbelangrijk onderwerp, ik zou me bijna vergissen, maar ook een omvangrijk onderwerp. Ik kijk gisteravond naar Nieuwsuur en daar ging het al uitgebreid over de partij Tender, was het? Tennet, die aangaf van, god, we waren toch niet goed voorbereid en het gaat inderdaad de inwoner straks van Nederland misschien wel 150 euro meer kosten ten opzichte van de 45 euro die nu betaald wordt. Dan weet je wat ons te wachten staat de komende jaren. En opgaves zijn ook niet misselijk. 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 en 80 tot 95% CO2-emissiereductie op termijn. Dat zijn grote opgaven. Vorige week zijn we deze zaal denk ik goed geïnformeerd over wat betekent dat nou, wat houdt het rest in. En toch is het niet eenvoudig uit te leggen aan de inwoner wat gaat er nou precies gebeuren en hoe gaan we dat nou doen. En daarvoor is het heel erg belangrijk dat voorlichting een belangrijk en cruciaal onderwerp wordt in die rest. En ook is duidelijk dat we aan de slag
moeten. Het is wellicht een druppel op de gloeiende plaat of de druppel die boven de gloeiende plaat al wegdampt. Maar niets doen is volgens ons geen optie. En we moeten ook vooral kijken of we lokaal aan de slag kunnen gaan. En in die zin ben ik ook heel erg benieuwd naar de voorstellen die het GBT wil doen. Want ik denk dat we vooral moeten kijken wat kunnen wij lokaal en wat kunnen wij regionaal doen. Als ik het goed begrepen heb, vorige week willen we vooral inzetten op hernieuwbare elektriciteit op land en op verduurzamen van de gebouwde omgeving. Maar het vraagt wel, en dat was vorige week ook wel een dilemma, dat dadelijk ook op het beschikbare energienetwerk voldoende capaciteit is om die energie kwijt te kunnen. En dat zal wel moeten gebeuren. En ook tegen redelijke kosten. Want ook, kijk ik dan naar de bijdrage van Marianne, denk ik bij mezelf, mooi dat we woningen duurzamen, wat mij betreft nog onvoldoende, die 80. Maar als dat betekent, verduurzaming betekent, wat ik begrepen heb, dat de huren weliswaar niet gaan stijgen, maar dat die verduurzaming wel betekent dat mensen dan ook dat goed zullen moeten toepassen om die kosten gelijk te laten zijn. Dus daarin gaat het wat ons betreft ook om betaalbaarheid en draagvlak. De SP noemde dat net zelf ook al. Draagvlak en draagkracht zijn belangrijke elementen. En ik ben benieuwd of dat ook in de rest terugkomt. Dus ik ben benieuwd dadelijk naar de bijdrage van de wethouder en op de vragen die gesteld zijn door mijn collega's. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Reusken, voor uw bijdrage. Dan was dit het in de eerste termijn. Dan wil ik graag het woord geven aan de wethouder, mevrouw Van Abbema. Voorzitter, dank voor het woord. Ik moet u eerlijk zeggen, voorzitter, dat ik eigenlijk ook best wel een beetje uitzag naar dit debat. Want het is best een heel groot onderwerp. En uit de bijdrages van onze raadsleden merk ik ook dat zij zich daarvan bewust zijn. Het is nogal niet wat wij in Nederland hebben te doen met de energietransitie. En ja, meneer Elsinga, ik kan me voorstellen dat dat voor u ook voelt als dwang en drang en van bovenaf opgelegd en een laag democratisch gehalte. Want de manier waarop de Nederlandse Rijksoverheid hiermee bezig is geweest, en nog, dat is een manier die wij eigenlijk nog niet vaak zo gezien hebben. We zien eigenlijk dat de huidige coalitie die nu in Den Haag zit, die een aantal grote, majeure opgaven voor ons land eigenlijk op verschillende niveaus van bestuur, hè, Rijk, provincie, gemeente, gaat aanpakken. Dat noemen we ook een interbestuurlijk programma. En de energietransitie is daar ook eentje van. Ook de transitie van het platteland overigens. Daar hebt u vast ook beeld en geluid bij. Ook dat is een groot thema wat op verschillende bestuurlijke levels wordt aangepakt. En dat maakt dus inderdaad dat dit anders gaat dan bijvoorbeeld een minister die met een voorstel komt waar de Tweede Kamer dan wat over kan vinden. Of een college die met een opgave bezig is en eerst de bevolking daarbij gaat inschakelen, dan gaat dit inderdaad anders. U hebt in het procesvoorstel van de regionale energiestrategie, hebt u ook gezien dat wij dit allemaal te danken hebben aan het feit dat Nederland samen met 194 andere landen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs heeft mede ondertekend en zich daarom ook heeft gecommitteerd aan een aantal doelstellingen om de CO2 naar beneden te brengen. En het klimaatakkoord, zoals wij dat nu een uitwerking voor ons zien, die overigens afgelopen vrijdag met, zoals de heer Paters altijd zo mooi zegt, met Noord-Koreaanse meerderheid is aangenomen door alle gemeentes. Dat klimaatakkoord, daar heeft de VNG zich aan gecommitteerd om dat vervolgens te gaan uitvoeren. Dus dat betekent inderdaad dat wij de komende maanden nog een heleboel te doen hebben met elkaar.
En dat betekent ook, meneer Elsinga, dat wij inderdaad lang nog niet alles goed voor elkaar hebben. Inderdaad, het onderdeel communicatie, participatie, dat is allemaal wel mooi beschreven in het plan dat het zou moeten, maar het moet nog wel gebeuren. En dat zal ook lokaal, zal dat vooral uitgevoerd op moeten worden. We mogen van de regionale energiestrategie Twente verwachten dat ze wel met een format komen wat in alle 14 gemeentes toegepast kan worden. Maar communiceren en participeren, dat doe je lokaal. Dus dat betekent dat daar voor ons, voor ons college, maar ook voor u als gemeenteraad, best ook nog een hele klus op ons te wachten staat, wat dat betreft. Dus ik ben het ook niet met de heer Elsinga eens dat wij nog wel tijd hebben. Het RES-voorstel, dat is daar eigenlijk wel glashelder in. En dat neemt niet weg dat je als gemeente best kunt zeggen van, of als gemeenteraad in dit geval, kunt zeggen van nou, allemaal goed en best, maar wij gaan dit allemaal niet doen. Maar de vraag is of dat slim is, of je dat doet. Maar daar gaat u uiteraard zelf over. Ik wil u daar toch wel even het perspectief in schetsen waar we dan mee te maken gaan krijgen. Ten eerste zijn dit afspraken die met het Rijk zijn gemaakt in VNG-verband. Ook uw gemeente heeft zich daaraan gecommitteerd. Uiteraard heeft uw college dat gedaan. Maar dat zijn ook colleges die in het VNG-verband participeren met elkaar. Zoals ik net al zei, met Noord-Koreaanse meerderheid is dat inderdaad door al die gemeentes aangenomen. Ik geloof 0,5% dat die zich hier niet mee heeft ingestemd. Dus dat, maar goed, dus dat is één. Het tweede is, in het procesvoorstel staat ook heel nadrukkelijk een escalatiemodel staat ook opgenomen. En dat hebben we natuurlijk ook nodig met elkaar. Want als je met 14 gemeentes in een regionale energiestrategie zaken moet afspreken waarvan je weet dat je inwoners daar niet blij mee gaan zijn, dan vergt dat wel dat je met elkaar strakke afspraken moet maken. Hoe doen we dat? Dus de provincie is al een paar keer genoemd door u. Dat betekent dat de provincie kan ingrijpen via het ruimtelijk spoor. Hè. U noemde ook al het provinciale inpassingsplan. Dat is een manier waarop de provincie in ruimtelijke regimes kan inpakken. Ik kan u in ieder geval vertellen dat u daar als gemeente niet blij van gaat worden. Ik heb zelf als statenlid in Zwolle heb ik dat gezien wat er met de gemeente Ommen gebeurt. Op het moment dat de provincie gaat zeggen van u wilt dit allemaal niet doen, dan gaan wij dat van u overnemen. Dat betekent dat je volledig buitenspel staat en dat anderen voor jou gaan bepalen wat er gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren en hoe er geparticipeerd wordt en hoe er gecommuniceerd wordt. Daar ga je dan allemaal niet meer over. Dat is niet fijn, dat kan ik u vertellen. Het tweede spoor waarop de provincie kan ingrijpen, dat is het interbestuurlijke spoor. En u hebt allen als raadsleden, of tenminste een aantal van u, heeft daar ook een beeld bij wat het betekent als de provincie de gemeente onder preventief toezicht gaat plaatsen. Daar heeft de gemeente Twenterand ervaring mee. Ook dat zijn processen die niet aanbevelenswaardig zijn. Wat de provincie daarbij kan doen, en het gebeurt niet zo heel erg vaak in ons land, maar in het kader van taakverwaarlozing kan de provincie dan ook bepaalde taken van u gaan overnemen. Lijkt me niet iets wat aanbevelenswaardig is voor een gemeente als Twenterand. Ik zou u, in ieder geval meneer Elsinga, want u hebt iets gezegd ook over wij vinden dat wij niet voor windmolenboeren aan de gang moeten. Ik zou u eigenlijk de vraag ook willen meegeven, en ik heb het eigenlijk de ChristenUnie ook al horen zeggen, de heer Smelt, van zou u daar ook over na willen denken hoe u ervoor kunt zorgen dat in uw gemeente de windmolenboeren en de zonnepanelenboeren, laat ik ze zomaar even onparlementair noemen, de projectontwikkelaars, dat die niet vaste voet aan de grond krijgen. Want als wij onze burgers zaken in de maag gaan splitsen waar ze op voorhand niet blij mee zijn, kunnen we er dan in ieder geval met elkaar voor zorgen dat onze burgers er niet nodeloos minder van worden. Met andere woorden, dat zij in ieder geval volop op een goede manier kunnen meeparticiperen. Ik heb de heer Smelt horen zeggen, wilt u er eens over nadenken of je tot een model kunt komen dat je
als gemeente kaderstellend gaat zeggen, dan vinden wij dat er in ieder geval minimaal 50% eigenaarschap van de lokale gemeenschap moet zijn. Dat zou betekenen, voorzitter, dat wij een aanpassing moeten gaan doen van ons beleidskader duurzame energie. Want het beleidskader duurzame energie waar wij momenteel gebruik van maken zegt wel iets over de hoeveelheid zonnepanelen die wij op landbouwgrond willen realiseren. Dat gaat om 25 hectare, maar niet meer dan dat. Het zegt niet iets over hoe wij precies die participatie willen regelen en wat wij daarin niet willen. En ons duurzaam beleidskader zegt ook niet meer over windenergie dan dat we het tot en met 2023 niet willen. En zoals u gezien hebt, de regionale energiestrategie gaat over twee dingen. Dat gaat over een kwantitatieve opgave om duurzame warmte te realiseren voor onze woningen. En het gaat om een kwalitatieve opgave van opwek van duurzame energie. En dan hebben we het over wind en zon. Die twee elementen, daar gaat de regionale energiestrategie over. En dat gaat hij niet alleen in Twente, maar dat gaat hij in alle restregio's van heel ons land. En ik kan u vertellen dat in al die gemeentes dezelfde burgers ook de hoop lopen tegen wind en zon. He, dus het zijn problematieken die overal plaatsvinden. Dus ja, als u van mij vraagt, overtuig ons van de noodzaak. Ik denk dat ik u aardig heb geschat hoe het speelveld eruit ziet. We hebben hier niet zo heel veel in te willen. Ja, natuurlijk, we kunnen overal dwars voor gaan liggen. Dat kan, maar dat betekent uiteindelijk dat een andere overheid dan in onze gemeente gaat bepalen hoe het eruit gaat zien. Ik kan u zeggen dat ik dat geen aantrekkelijk scenario vind voor een college. En ik hoop dat u dat met mij eens bent. Een vraag van de heer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Ik wil even een vraag ter verduidelijking aan de wethouder stellen over hetgeen ze net naar voren bracht. Zij zegt, we hebben in de plannen voor duurzaamheid en duurzaamheid in Twenterand niet erg veel kaders gesteld als het gaat om het gebruik van zonne-energie en windmolens. Niet anders dan niet tot 2023 en niet meer dan 23 hectare. Waarbij je nog zou na kunnen denken over participatie, want we hebben niet meer dan 23 hectare gezegd. Gezien wat er nu in het rest staat en de opgave die we hebben met betrekking tot hernieuwbare elektriciteit op het land en verduurzaming van de gebouwde omgeving, betekent ook dat die 23 hectare ter discussie komt te staan? Voorzitter, als ik dat rechtstreeks mag beantwoorden. Nee, dat is niet het geval. Het gaat om 25 hectare wat wij begrensd hebben met de zonneparken die op dit moment in ontwikkeling zijn. En wat er nog in de pijplijn zit, hebben we die 25 hectare op land, op grond, hebben we eigenlijk al gehad conform ons duurzaam beleidskader. En ik denk ook dat het goed is, voorzitter, dat wij dat ook begrensd hebben in ons beleid. Want daarmee hebben wij wel de deur voorlopig even gesloten gehouden voor projectontwikkelaars die gronden opkopen bij agrariërs om zonneparken te gaan aanleggen. Gelukkig hebben we daar ook niet zo heel veel last van, omdat we inderdaad een netwerkschaarste hebben. Dus dat is dan wat dat betreft weer een bijkomend voordeel. Maar als ik een van onze ambtenaren naspreek, dan zeggen we hadden wel 100 zonneparken kunnen hebben. Zoveel projectontwikkelaars hebben bij ons aan de deur geklopt om mogelijkheden te hebben. Dus in die zin is het goed dat wij in ons beleid dat begrensd hebben. Maar wat wij niet geregeld hebben in ons beleid, dat is hoe je wilt participeren rond zon. En over wind hebben we natuurlijk helemaal niet gesproken, omdat we gezegd hebben van dat willen we niet. Terwijl we nu geconfronteerd worden met een regionale energiestrategie waarbij we dus wel wat moeten zeggen over hoe gaat u dat in uw eigen gemeente organiseren. Nog een aanvullende vraag? Dank u wel, voorzitter. Ik zat even te wachten tot u mij het woord gaf. Dat hebben we zo hier met elkaar afgesproken. Ik heb de wethouder goed begrepen en ook het antwoord gehoord dat het goed is dat we dat hier in Twenterand hebben begrensd als het gaat om die 25 hectare. Dat we nog wel een discussie te voeren hebben over windenergie. Maar ik wil even teruggaan naar die 25 hectare. Is gezien de opgave die we hebben in
Twente en met de 14 Twentse gemeenten en daarmee ook voor Twenterand. Doen we dan voldoende met die 25 hectare of zouden we eigenlijk niet meer moeten doen om aan de doelstellingen van de RES te kunnen voldoen? Als je de kwalitatieve opgave van de regionale energiestrategie zou moeten vertalen naar Twenterand, hè, naar een van die 14 gemeentes, dan hebben we zeker nog het een en het ander te doen. En ik heb u bewust ook vorige week in de raadsinformatie laten bijpraten aan de hand van die factsheet. En daarin hebben we ook geprobeerd een beeld te schetsen. Wat is nu de opgave van Twenterand? Juist om beelden te voorkomen dat je zou zeggen van laten we maar een paar windmolens van 25 meter doen. En dan doen wij wel de goede dingen. Dat is ook zo. Dat zijn ook goede dingen. Maar in het kader van deze regionale energiestrategie is het absoluut onvoldoende. En ook woningen isoleren. Als je zou zeggen van dat is ons aanbod. Dan doen wij voor die regionale energiestrategie niet de goede dingen. Wel voor een heleboel andere dingen overigens hoor. Want dat is zeker een opgave waar wij mee aan de gang moeten. Dus om het een beetje in te kleuren. U hebt vorige week in de uitleg van die factsheet hebt u te horen gekregen. Dat als wij uitgaan van 1/3 van het energieverbruik. Wat wij niet gaan gebruiken doordat wij woningen gaan isoleren. Doordat wij dus isolatie ook onder andere gaan toepassen. Dus dat is er dan al afgetrokken. Dan nog hebben we het over 8 windmolens en 50 hectare zon op land. En alle daken, alle geschikte daken belegd met zonnepanelen. Dat is eigenlijk wat u vorige week is uitgelegd. En dan nog een klein deeltje opwek van biogas. Even om het goed te begrijpen, want ik krijg geen ja of nee. Dus ik ga gewoon het sommetje maken. Ik hoor u zeggen 50 hectare. 25 hectare hebben we en we hebben begrensd. Dus eigenlijk zou Twenterand nog 25 hectare zonnepanelen moeten hebben. Met de opmerkingen die u net gemaakt heeft. Ik probeer het gewoon even terug te brengen naar aantallen. Klopt dat als ik het zo zeg? Nou, er is u vorige week ook uitgelegd dat het inderdaad gaat om een mix. En die mix die bepaal je ook met elkaar. Want je zult, naar mijn idee, ook moeten bepalen wat wil je wel. Hè? Je kunt allemaal zeggen van wat willen we allemaal niet. Maar uiteindelijk gaat het er wel om van wat is er mogelijk. En nou, dat is denk ik ook landschappelijk bepaald. Hoe ga je dat doen? Dat wordt bepaald door een laagvliegroute. Maar het wordt ook bepaald door bepaalde plekken waarvan je zegt van dat is waardevol landschap. Daar gaan we dit soort dingen niet doen. En dus je zult met elkaar ook een aantal randvoorwaarden moeten bepalen. En wat u vorige week in die raadsinfo uitgelegd hebt gekregen is eigenlijk een mix die je kunt doen. Als je zou zeggen van wij vinden 2 windmolens voldoende. Nou, dan zul je meer op een andere manier moeten realiseren. Dus je zult voor jouw gemeente proberen een zo goed mogelijk een mix te bedenken. Volgende vraag van de heer Jonker van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Ja, even een paar kleine vraagjes. Wat hier nou voor ligt, wat de opgave, wat het bod van Twenterand betreft, is het niet voldoende wat het gaat om de RES, om te voldoen aan de doelstellingen. Is dat correct? Is het niet voldoende? Welk bod bedoelt u? Ja, die 50 hectare zonnepanelen en die energiemix wat wij vorige week donderdag hier hebben gepresenteerd gekregen. Voorzitter, wat vorige week in de raadsinformatie gepoogd is uit te leggen, dat is dat er met een factsheet in beeld is gebracht van wat wordt er in Twenterand, wat hebben we allemaal nodig aan energie. Daar is ook 1/3 energiebesparing is daar eigenlijk van afgetrokken. En wat er dan overblijft van wat er totaal nodig is voor Twenterand, en dat zijn uiteraard theoretische modellen, daarvan is met een mix die goed passend voor Twenterand is gekeken van wat zou dat betekenen voor zon, voor wind en voor biogas bijvoorbeeld. Want dat zijn voor Twenterand interessante opties. En daarvan heeft men dat ingevuld. En ik noemde u net al als voorbeeld. Hè, 8 windmolens, 50 hectare op zon op land. En alle daken die daar geschikt voor zijn. Nou, u hebt mij gehoord daarin. Aanvullend, voorzitter. De 25 hectare, u geeft ook aan van wij moeten
kijken wat we wel willen, hè, randvoorwaarden. Nou, wat de SKP betreft is de randvoorwaarde dat er geen landbouwgrond meer wordt opgeofferd voor zonnepanelen. Deelt de wethouder deze mening? Voorzitter, volgens mij is het een uitspraak van uzelf. En ik ben in die zin dienstbaar en uitvoerend. Ja, dit is een heel mooi politiek antwoord, maar geen helder antwoord wat mij betreft. Wat de SGP betreft geen opoffering van landbouwgronden meer. Maar goed, daar zullen wij u aan houden of proberen om dat voor elkaar te krijgen. Wel de concrete vraag nog, wat gaat Twenterand lokaal doen aan de communicatie? Is dat alleen uitbesteed in de RES? Of doet Twenterand heeft zelf ook de regie? En de tweede vraag heb ik nog openstaan, dan stop ik ermee, voorzitter. De RES die nou voor ligt, daar heb ik net ook over gevraagd van, er staat in, we zullen wat moeten overprogrammeren. Dus meer doen dan wat nodig is. Kan dat nog geschrapt worden? Of moeten we dan met een voorstel komen? Hoe zit dat in het proces? Om met die laatste vraag te beginnen, voorzitter. Deze regionale energiestrategie, het procesvoorstel wat u voor u ziet en waar u als raad geacht wordt daar wat van te vinden, moet u zich voorstellen dat dat wel door 14 colleges is aangenomen. Dus natuurlijk kunt u als raad van de gemeente Twente daar een uitspraak over doen. Maar ik denk dat het dan lastig is, zeg maar. Ik kan niet tegen u zeggen van namens Twente kunnen wij hier wel wat in schrappen. Want het is wel een gezamenlijk product. En de reden dat dit er zo in staat, het komt overigens vanuit het Rijk, hè, dat dit gezegd wordt van stuurt u op overprogrammering. Want in de praktijk valt er altijd iets af. Nou, dat klinkt vrij logisch. Toch? Ja, ik vind het niet zo logisch. Ja, ik snap uw punt, maar omdat er al zoveel scepsis is, moeten we niet meer doen dan nodig is. En als we al helemaal gaan praten, het is allemaal al zo moeilijk, en dan ook nog over gaan programmeren, dat is helemaal waanzin, voorzitter. De vraag van... oh nee, u hebt alles beantwoord voor mij over programmeren. En dank u wel. Voorzitter, volgens mij had de heer Jonker nog een vraag overstaan, inderdaad het overprogrammeren. Wat u zei, en u vroeg nog wat over communicatie, hè? Dat is ook een heel aangelegen punt. Ik had er net ook al even wat over gezegd. Vanuit de regionale energiestrategieën, vanuit die stuurgroep, worden de gemeentes gefaciliteerd in een communicatiestrategie. Maar wat ik net ook al zei, communicatie en participatie moet je lokaal doen. Dus dat betekent dat wij lokaal met onze communicatie mensen daar echt mee aan de bak moeten. Maar eerst besluitvorming. Mevrouw Van Appema, u roept veel vragen op blijkbaar. De volgende staat voorzitter, voor. Ik was eerlijk gezegd ook nog niet eens klaar met mijn verhaal, maar dat komt dan zo meteen. De heer Kopers heeft de vraag. Ja, voorzitter. Wat voor nut heeft deze discussie als wij weten dat de netcapaciteit al lang bereikt is? Of is er enig zicht op wanneer de beheerder die capaciteit zodanig kan opkrikken dat we hier wel wat over kunnen doen? Nou, voorzitter, dat is een hele terechte vraag. Dat was inderdaad een punt wat ik in mijn verhaal nog wilde aanreiken. Ik weet niet, meneer Kopers, was u vorige week bij de raadsinfo? Oké, dat is jammer, want dat geeft ook niks. Want u hebt ook de dame van Enexis ook horen zeggen. Het is ook voor Enexis als netbeheerder heel belangrijk dat zij weten wat er in die regionale energiestrategieën gaat gebeuren. Waar gaat met name de opwek van duurzame energie, waar gaat dat plaatsvinden? Want zij zullen daar hun energienet op moeten faciliteren. Die boodschap heeft zij meerdere keren afgegeven. He, dus dat betekent ook dat je als gemeente ook moet realiseren. Nu is het op het moment dat de keuzes ook gemaakt worden van waar ga jij zelf ook je piketpalen als gemeente neerzetten. Want dan zullen netbeheerders daarin moeten faciliteren. Dat is één ding wat ik daarover wilde zeggen. En het tweede ding wat ik daarover wil zeggen, dat is... er is afgelopen week in de Tweede Kamer is er ook behoorlijk veel aandacht geweest voor die netwerkschaarste. Ik moet ook zeggen dat wij als Twenterand met behulp van onze lobbyisten uit Overijssel en Twente
daar ook behoorlijk aan getrokken hebben om dat onderwerp ook op de agenda te krijgen. De heer Smelt die had het ook al even over een van onze ondernemers die geacteerd heeft in een filmpje wat afgelopen week ook in de Tweede Kamer is vertoond. En waarvan je ook merkt dat het voor de Tweede Kamerleden ook nodig is dat ze beeld en geluid hebben. Dat ze ook weten wat het betekent dat ondernemers op dit moment in een aantal gemeentes gewoon niet kunnen verduurzamen omdat het net gewoon vol is. Nou, wat we in ieder geval merken, dat is dat Twenterand behoorlijk in de picture is gekomen. Dus dat men daar echt ook beeld bij heeft. Want de netwerkkabel in Twenterand is van oudsher gewoon heel erg dun. En we hebben dat ook gemerkt, hè, op het moment dat ons eigen zonnepark daadwerkelijk aangesloten was en in productie. Nou, al even iets eerder kwamen we erachter dat dat dus eigenlijk er mede voor gezorgd heeft dat ons net vol is. Nou, dat zijn natuurlijk zotte toestanden dat één zo'n park dat al kan realiseren. Daar waar andere gemeentes nog geen flauw idee hebben van dat hun net misschien ook wel overbelast kan raken. Dus in die zin waren wij als Twenterand wel als eerste aan de beurt. Punt. De heer Veldmeijer, een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de klimaatwet en het klimaatakkoord, zoals we dat hier kennen, dat is ook tot stand gekomen door die beroemde tafels, diverse tafels, waar mensen uit de kernenergiewereld niet aan zaten, waar burgers niet aan zaten. Maar waar volgens mij wel ook de netwerkleveranciers bij zaten. Hoe kan, is het probleem van het netwerktekort dan nooit benoemd aan die klimaattafels? En ik weet dat Overijssel plaatsnam om een van die tafels. Ik weet niet of dat op gemeentelijk niveau is gebeurd. Ik neem aan dat de VNG ook al aangeschoven is. Maar is het door die netwerkbedrijven nooit aangegeven dat de capaciteiten in grote delen van Nederland beperkt is? Voorzitter, ik ben daar niet bij geweest bij die klimaattafels. Ik moet u ook wel eerlijk zeggen dat ik ook wel blij ben dat ik dat niet hoefde te doen. Mijn werk bestaat ook best veel uit praten, maar dat was een veelvoud van heel veel praten. Dus ik kan het u niet zeggen. In de contacten die wij met Enexis hadden en hebben, is meermalen ook niet alleen onze verbazing, maar ook verbazing van heel veel collega's ook gedeeld van hoe kan het dat? En we krijgen daar in die zin niet een ander antwoord op dan wat u vorige week in de raadsinformatie ook gehad hebt. Namelijk dat de netbeheerders niet voorbereid waren op de snelle realisatie van veel zonneparken. En daar kunnen wij ons in verbazing onze handen bij blijven opheffen. Het verandert er geen steek om. We hebben het ermee te doen. En als ik verder ook nog even mag uitleggen wat er mogelijk voor Twenterand in zou zitten. Vorige week in de Tweede Kamer uitgebreid over gesproken. Er lijkt in ieder geval licht te komen voor een verlenging van beschikte SDE-subsidies. Daar ben ik heel content mee, want dat betekent dat een aantal ondernemers van ons die dreigen de SDE-subsidie te verliezen omdat zij niet kunnen terugleveren aan het net, waaronder dus inderdaad onze ondernemer Abink, Die kunnen dus gefaciliteerd worden, dat ze in ieder geval een SDE-subsidie nog minimaal een jaar houden. Het tweede wat er aan zit te komen, dat is dat er gebruik gemaakt kan worden van de zogenaamde vluchtstrook in het netbeheer. U moet zich voorstellen dat ons stroomnet heeft een zo hoog betrouwbaarheidsgehalte omdat er altijd reservecapaciteit aanwezig is. 20% van de beschikbare netwerkcapaciteit is eigenlijk reservecapaciteit die alleen wordt ingezet bij calamiteiten. Er ligt nu een concreet voorstel voor dat 10% van die reservecapaciteit ingezet kan worden voor gemeentes die al een tekort hebben. Dat zou voor Twenterand een concrete oplossing betekenen voor een aantal ondernemers. En het derde wat ik u ook graag wil vertellen. De netbeheerders hebben er ook alle belang bij dat niet alle stroom die geproduceerd wordt met wind en zon, dat die het net op
gedaan wordt, maar dat dat gebruikt wordt op de plaats waar het opgewekt wordt. En dat betekent dus, om het even heel concreet te maken, op het niveau van een bedrijventerrein van bijvoorbeeld Wijdsepoort, zou je met een aantal ondernemers kunnen gaan werken aan een smart grid. En ik weet, het is een lastig woord, maar eigenlijk moet je gewoon zeggen, dat is een regionaal energiebedrijfje, zeggen. Dat betekent dus dat je met behulp van technologie en data eigenlijk de energie die opgewekt wordt zo verdeeld dat het ook zoveel mogelijk gebruikt kan worden daar waar het opgewekt wordt. En daar waar je het niet nodig hebt, ga je het kleinschalig opslaan. Of je gaat ervoor zorgen dat het nog iets verder verdeeld wordt. Nou, je zou dus op het niveau van een bedrijventerrein, als bijvoorbeeld de Wijdsepoort, zou je zo'n smart grid kunnen gaan onderzoeken. En als je dat op meerdere plekken gaat doen, dat betekent dat je minder netverzwaring nodig hebt. En ook dat is iets waar onze netbeheerders belang bij hebben. Concreet zijn we dus inderdaad in Frieseveen bezig met het verkennen van zo'n smart grid. En ik ben daar best heel content mee, omdat we dat ook samen met Enexis kunnen gaan doen. Nou, dat zijn even de concrete dingen ten aanzien van de netwerkschaarste. Er wordt ook heel concreet gekeken naar het opwaarderen van het station Vroomshoop op korte termijn. Dat zou, als het snel gaat en de gemeente ook meewerkt met al haar vergunningen, zou dat in 2 jaar gerealiseerd kunnen worden. Dan zijn we wel heel snel. Dus dat zijn ook oplossingen die ons gaan helpen. He, dus het is nog niet zo van dat we alles weer kunnen, maar er lijkt wat ruimte te komen. En ik ben daar best heel content mee. Nou, voorzitter, dat zijn een beetje de dingen die ik op uw vragen wilde beantwoorden. En als extra toelichting. Dank u wel. Dank u wel voor uw uitgebreide beantwoording. Dan kijk ik even rond wie er voor de tweede termijn in aanmerking komt. Dat zijn eigenlijk alle partijen. En dan wil ik graag weer de GBT het woord geven. Ja, voorzitter, zoals ik al zei, hoezo dictatoriaal? Het is nu wel aangetoond, ook met de reactie van de wethouder, hoe dat gaat. En waar doen we dat voor? 3/10.000ste graad, hè? Voor heel Nederland. Dus ja, er zijn ook partijen die voorspellen in 2130, geloof ik, het einde der tijden als we nu niets doen. Het gaat allemaal wel heel erg ver wat mensen roepen. Maar ik begrijp ook wel dat dat van landelijk opgelegd wordt. Dat is ons ook wel duidelijk. De rest Twente, dat komt gewoon van die klimaattafels. Dus het moet gewoon. Wat ook in het klimaatakkoord staat, en het staat ook bij de rest Twente in de stukken. Ze zeggen ook steeds, zolang de opslag van nieuwe energie niet mogelijk is, heeft het niet zoveel zin. Want zonder opslag geen geslaagde energietransitie. Dat denk ik van, ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Los van die graden wat het eigenlijk oplevert. En ook, ja, als we het niet eens kunnen opslaan. We noemden net al die lithium-accu's. Die echt heel erg gevaarlijk zijn. Die zomaar brand krijgen in een auto of in een woning. Nou, we hebben de veiligheidsregio Twente erover gehoord. Ook hieruit blijkt gewoon dat er ook geen eenheid is. Het zijn allemaal losse plannen. Het zijn losse vlotters. En dat soort leest het stuk ook. Het stuk leest als losse vlotters. Ja, u vroeg zich af of ik bang was. Nou, ik had ook altijd in de heer Veldmeijer gezegd, ik ben niet bang. Ik heb niet voor niks het verkiezingsprogramma van ons genoemd. Die gaat tot maart 2022. En voor die tijd komt er toch geen windmolen. Dus daarom heb ik dat ook genoemd. Dus wat er daarna gebeurt, ja, dat beslissen de leden van GBT. Want we geven de GBT-leden altijd een stem. En als ik de GBT-leden straks vraag, hè, als partij van, nou, wat willen jullie dat het opgelegd wordt? Of gaan we nog een andere manier kiezen? Nou, hè, moeten we wat aanwijzen? Ja, dat hoor ik dan wel van de leden van GBT op dat moment. Maar ik ben het met u eens, we houden het liever in eigen hand dan het opgelegd wordt. We hebben het een keer met de megastallen meegemaakt. Ook dat, uiteindelijk word je daar niet zo vrolijk van. Ik ben het met u eens, we hebben een waardevol landschap. En daarom is het jammer dat het landschap waarschijnlijk misschien toch wel door windmolens verminkt kan gaan worden. Want dat is het wel. We hebben een prachtig landschap. We hebben altijd ons heel erg ingezet voor ruimtelijke kwaliteit. Vandaar ook bijvoorbeeld de erventransitie. Dus dat vinden we wel heel erg belangrijk. En die 50 hectare, ik schiet even maar wat losse vlotters, ik heb snel wat dingen opgeschreven. Die 50 hectare, dus nog plus 25 hectare aan zonneparken. Ja, volgens mij kan het dus ook op die zandwinningslocaties. Dat kan heel goed. Hoeven we misschien helemaal geen landbouwgrond voor te gebruiken. Dus het was wat dat betreft helemaal niet zo'n verkeerd voorstel van SGP. En gelukkig ook dat we dat gesteund hebben. Dan even over vorige week. Vorige week was inderdaad een interessante bijeenkomst. Van Enexis was er ook bij. We hebben ook speciaal verzocht
in het raadspresidium om in Nexus de energiemaatschappij plaats te nemen aan tafel. Omdat wij nu eigenlijk wel benieuwd naar waren van, kijk, wat er nu gebeurd is, dat hoor je hier ook. Elke gemeente gaat maar wat windmolens neerzetten. Overal komen plukjes windmolens. Daar komen de 4, daar komen de 6, wij moeten de 8. Ook dat geeft aan dat er geen eenheid is. Ik heb gevraagd ook aan Innexis van, wat vindt u er nu van als wij een locatie zouden uitzoeken? Ik heb bijvoorbeeld Twens genoemd, hè, of langs de autosnelweg. Als we daar eens langs de snelweg, stel je doet daar 10 windmolens aan beide kanten, heb je de 20. En dat doe je dan samen met wat gemeenten. Zij gaf aan dat het voor hun goedkoper en effectiever is. Omdat je dan 1 energiecentrale hebt op die locatie. Dus dat is voor hun voordelig. Alleen ze zei wel, plukjes was ze ook niet tegen. Dat kon ze niet tegen zijn, omdat er ook al aanvragen lagen van gemeenten. Dat is dat aanbod. En dat is weer die eenheid waar ik het dus over heb, voorzitter. En iedereen doet maar wat. Volgens mij moet je eerst maar eens met elkaar in de RES eens gaan afspreken van, is het interessant om inderdaad zo'n locatie in overleg te gaan met energiemaatschappijen, om in zo'n locatie uit te zoeken waar we bijvoorbeeld 20 of 30 kunnen plaatsen. Want dan heb je het over eenheid. Nee, dan hou je het landschap ook nog eens een beetje fatsoenlijk. Want daar liggen gewoon mogelijkheden. Je ziet ze wel meer als je het westen gaat. Het zijn toch vooral langs de snelwegen waar je ze ziet, of op de NOC. NOC hebben ze het meeste rendement. Vertelde ooit een raadslid, en dat klopt ook, op het land niet. Als je ook kijkt naar wat de provincie nu aanwijst als windmolengebieden, zit het gebied van Twente al lang, zeg helemaal niet bij. Ze hebben 3 zoekgebieden, die andere, nou goed, dat moet dan eerst allemaal aangetoond worden. Maar ze zeggen daarbij ook, het liefst wel windmolenparken, dus losse windmolens. Dus zo'n windmolen wat ze laatst in Vroomsoop bijvoorbeeld wilden, ja, liever hebben ze dat eigenlijk niet. Doe dan een park, minimaal 4 windmolens bij elkaar. Dus ik zou u toch willen verzoeken om in dat hele res aan te kaarten om windmolens dan gegroepeerd te doen en wat dat dan betekent. Want volgens mij heb je dan een eenheid en volgens mij doe je dat samen wat met elkaar. Dank u wel. Ja, volgens mij is dat ook wat de provincie beoogt, dat je een cluster aan windmolens krijgt in plaats van kleine aantallen. Alleen, ik weet dat de gedeputeerden in Overijssel die gesprekken gehad met de wethouders in Dinkeland, Lossen, Oldenzaal, Tubbergen, voor het plaatsen van windmolens. Want die wethouders die ruiken, net zoals onze wethouder met Oosterweilanden, die ruiken geld, subsidie. Want zonder subsidie draaien die kringen niet. En zonder subsidie wordt er geen zonne-energie opgewekt. Dus probeer dan maar eens 14 gemeentes op één lijn te krijgen. Op het moment dat al die gemeentes, ook met het tekort in het sociale domein, ja, ontzettend happig zijn natuurlijk op de subsidies die ermee gemoeid zijn. Dus ik vraag me af of dat een realistische gedachte is. Ik vind het wel een nobel streven, maar is het realistisch? Dat is een terechte vraag, vraag ik mij ook af. Alleen als je dan als 14 gemeenten, met de regionale energiestrategie, ik denk hier aan transitie, maar strategie Twente. Als je dan echt een eenheid wil zijn en je wil echt dingen met elkaar afstemmen en je wil tonen van we willen met elkaar iets doen, dan lijkt me toch ook, hè, omdat de energiemaatschappijen daar ook aangeven en om te voorkomen dat allerlei gebieden op slot komen te staan, maar dat is nu hier ook aan de hand, dan kun je inderdaad weer te gewoon groeperen. Dat is dan, maar dan moet je daar toch voor gaan. Dinkeland is overigens wel, volgens mij, zo'n stiltegebied. Die valt volgens mij, er zijn ook locaties die vallen volgens mij weer buiten. En voor mij is Dinkeland daar ook eentje van, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus er zijn ook wel gebieden aangewezen waar geen windmolen mag of kan. En dat zal misschien wel met Natura 2000 te maken hebben, dat het daar te dichtbij ligt. Maar ik zou de wethouder daar echt eens over hebben. En misschien zijn er wel meer partners in crime, zoals ze dan heet, die ook zoiets hebben van, bij ons ook liever geen windmolens, omdat wij hebben een prachtig platteland. Wij hebben dat in ieder geval wel. En wij willen er graag zo over van, kunnen we niet samen daar iets doen? Kijk, Twente heeft misschien ook nog wel iets goed te maken richting ons, hè, want de hele warmtenet, daar vallen wij buiten. Iedereen profiteert van, vooral diegene die er rondomheen zit. Maar wij winnen daar niet zoveel aan bij Twente. We hebben elkaar gedeeld, snap ik ook wel. En de pijpleiding ligt heel ver weg van Twenteland. Maar ja, misschien is het toch een locatie om eens over te praten. Eens even kijken. En nogmaals, het is door de dame, zoals u net zei, van Energie in Nexus, vorige week ook duidelijk gecommuniceerd. Die hebben het liefst het ook gegroepeerd bij elkaar. En die zijn toch partij. U noemde net iets over waterstof, hè, waar energie ontstaat. Nou, inderdaad, we hebben een zonnepark hier, bij de Oosterweilanden. Misschien dat u daar iets met waterstof, dat u daar een combinatie kunt maken. Het is al eerder genoemd door ons raadslid
Gerrit Laman die heeft al eerder gezegd van kijk eens wat je daar met waterstof kunt. In Groningen zijn ze inderdaad al heel ver. Nou, kijk er maar eens naar van, kun je niet bij dat zonnepark iets doen? Even kijken wat nog meer. Nou goed, isolatie hebben wij genoemd, vinden wij een kans. Zonnepanelen zoveel mogelijk op daken leggen als het kan. In ieder geval particulier en later ook bedrijven. Elektrische laadpalen, want de elektrische auto's die komen er toch. Ik weet niet of u een idee heeft met bomen planten. Neemt toch veel CO2 uitstoot uit de lucht. Er zijn gemeentes die per inwoner of per huishouden planten een boom. Misschien is dat iets. En vooral misschien wel richting de aangegeven stikstofgebieden. Een soort bos creëert. Dus misschien ook alweer wat de stikstof uit de lucht haalt. Is misschien ook een voordeel. We hebben natuurlijk nog geothermie, aquathermie. Er worden steeds in dat stuk wel 2-3 dingen genoemd, maar het andere blijft achterwege. Dat wordt geen of weinig aandacht aan besteed. Nou, volgens mij was dit het wel. En ja, over dat voorstel, er werd net even gezegd nog van ja, welke voorstel komen we daarmee. Dat heb ik dus al aangegeven. Dat is toch om onze inwoners erbij te betrekken. En daarmee zullen wij dan een voorstel komen. En dat hoeft helemaal niet lang te duren. En misschien moet je ook wel wat richting aangeven. Dus daar zinnen wij op. En dat voorstel komen, we zullen dat de fracties ook doen toekomen, voorzitter. Nog een vraag van de heer Reusken. Even dank u wel, voorzitter. Voor alle duidelijkheid, betekent dat het GBT zoals het voorstel er nu ligt en richting de raad gaat, als dat niet gewijzigd wordt, of het wijzigingsvoorstel zoals u dat voorstelt, alhoewel dat natuurlijk hartstikke moeilijk is als je zelf de meerderheid hebt, afwijst? Ik begrijp niet wat u bedoelt. Er ligt nu een voorstel met betrekking tot het regionaal energiestrategie. Ik hoor u duidelijk zeggen van eigenlijk vind ik het een waardeloos voorstel. Dat is wat ik even met mijn eigen woorden. En u gebruikt vaak ook heel duidelijke en klare taal. Dus ik gebruik uw taal. U vindt het een waardeloos voorstel. Als dat zo in de raad, richting de raad gaat, dat u het niet zult steunen. En daarmee een duidelijk signaal wil afgeven. Ik heb volgens mij net gezegd waarom wij met een wijzigingsvoorstel komen. En wat ons punt is, dat is het proces. Het proces dat de burger buitenspel staat. En wij willen die burger er wel bij betrekken. Want de grondbeginselen, een van de redenen waarom GBT is opgericht, want dat heb ik in het begin ook gezegd, 14 jaar geleden, is de betrokkenheid van burgers bij plannenmakerij. En daar komt het voorstel over. Ja, wat wij van het voorstel vinden, ja, dat lijkt me wel duidelijk. Dus dat ook helder. Dank voor het antwoord, voorzitter. Pleidooi zullen wij ook van harte ondersteunen. Daar waar het gaat om de betrokkenheid van de burger, draagvlak, draagkracht, moeten we dat met elkaar duidelijk terugzien in het regionaal energiestrategie. Dat is wat ik concludeer en voor mezelf samenvat. Nou, als ik de wethouder goed begrepen heb en ik heb het stuk gelezen, en er is ook nog een Twente-raad geweest, en er zijn ook wat fractieleden van ons bij geweest, dat het invullen hoe je dat lokaal aanpakt, dat is wel aan de gemeente. Ze zijn daar wel wat vrij in. Bijvoorbeeld, ik hoorde net ook al de West-Twente, ik weet niet of dat zo is, ik geloof dat als iemand dat zegt. Die hebben wel meer die betrokkenheid en dat willen wij ook graag. Dat is ons punt, dat is die betrokkenheid. Kijk, we weten ook wel, wat de heer Veldmeijer net zei, van ja, daar hebben we niet zoveel in de melk te brokkelen. En dat is al erg genoeg, hè, want burgers buitenspel zegt, voor mij kan het niet, vooral bij zo'n belangrijk onderwerp. Maar het gebeurt, hè, we hebben ermee te dealen. Maar wij willen dat wel op de een of andere manier toch proberen af te dwingen. En volgens mij is dat niet iets wat in het restvoorstel staat in die strategie, dat het verboden is of dat het niet kan. Ik denk dat best wel mogelijkheden voor zijn. En hoe we dat aanpakken, hoe de burgers zoveel mogelijk betrekken, onze inwoners, dat kan. We hebben het middel burgerpeiling, dus we kunnen eens kijken hoe we dat inkleren. Maar dan moet je het wel ook zo inkleren dat het de voor's en tegens eerlijk tegenover elkaar staan. En misschien moet je wel zeggen van, wat denkt u van als het die locatie of die locatie wordt? Noem maar bijvoorbeeld de locatie bij Twente, noem maar wat. Wat vinden jullie daarvan? Nou, dus dat moet wel op een eerlijke manier. En eerlijk bedoel ik, als je dus, ik noemde net even die zonnepark en windmolenboeren, die praten alleen maar voor eigen profit. Dus dat zijn geen eerlijke voorstellen. Het is mogen gerust de voordelen aanleveren, maar we willen ook gewoon echt de nadelen. En wat het kost, willen we het mensen ook gewoon laten zien. En dat is een vrij snel instrument. En wat mij betreft mogen raadsleden best daar onderwerpen in aandragen, dat we erin kunnen verwerken. En we hebben de wethouder ook over het hondenbeleid voor 1 december kunnen onderwerpen aanleveren, hebben we ook gedaan. Dus dat kunnen we hier ook gewoon doen als raad. Twee partijen, nou heel goed. Dus wat dat betreft geen probleem. Ja, voorzitter, ik heb nog één dingetje om af te sluiten, want ik zie hem hier nog even staan. Dat is
Als ik het goed begreep, vroeg de wethouder hoe wil je de windmolenboeren, zonneparkboeren uitschakelen. Hè? Dat kwam een beetje... Nou, ik ben het met u eens dat als je dit doet, dan moeten de inwoners, in ieder geval de gemeente Twente dan, profiteren. En niet die projectontwikkelaars, zou ik maar even zeggen. Ik vind eigenlijk 50% eigenschap van die projectontwikkelaars vind ik eigenlijk al te veel. Ik heb zoiets van, ja, we hebben toch een BV, zonnepark, waarom doen we het dan niet zelf? Als het dan kan, dan doe ik het liever ook nog zelf en dan is al het geld ook nog voor ons. Alleen ik heb geen idee of dat kan. Misschien bestaat zoiets wel, maar dan zou het wel heel mooi zijn om het dan in coöperatie met bijvoorbeeld bedrijven te doen. Hè? Want bedrijven kunnen nu even geen gebruik maken van de zonnepanelen, maar misschien kunnen ze op die manier straks wel participeren. Dat is wel een mooie, hè? Een soort van aandeel noem ik maar. En misschien kunnen buurten in het aandeel dan ook meedoen. Maar dat is ook een gedachtegang die we de wethouder willen meegeven, voorzitter. Dank u wel voor de bijdrage in de tweede termijn. Dan geef ik het woord aan de heer Smelt van de ChristenUnie. Voorzitter, dank u wel. In mijn bijdrage zojuist in de eerste termijn gaf ik u al aan dat er veel vragen zijn en dat er ook best veel oplossingen te vinden zijn. En omdat we daar nog niet over uitgesproken zijn, hecht onze fractie er aan om daar nog nader over te spreken. Invloed te hebben, kennis in te vullen. En dat begint dan al bij een onderdeel over waterstof. Ik kom daar toch nog even op terug. Ik zei u al, hoe Groningen... Hoe daarin geïnvesteerd wordt door de Rijksoverheid. Geen belangrijke tendens waarin de Rijksoverheid gaat participeren. Ik zou wensen dat onze regionale energiestrategie 100% aan gaat sluiten bij hetgeen wat in de noordelijke provincies gedaan wordt. En om u daar een beeld van te geven, staat het volgende uit de nota die ik onlangs kreeg. Bedrijven en overheden in Noord-Nederland willen de komende 12 jaar 2,8 miljoen euro investeren in emissievrije waterstof. Ze boden de minister van Economische Zaken, Erik Wiebels, een gezamenlijke investeringsagenda aan. Voor een integraal waterstofplan Noord-Nederland. En dan denk ik, als zo'n regionaal economische strategienota over energie dit in zich heeft van onderaf met bedrijven, en dus een gezamenlijk emissievrije oplossing biedt, dan zou ik wensen dat wij daar heel snel bij aansluiten. Waarom nog meer? Het investeringsplan biedt zo ontzettend veel krachtige en sterke oplossingen voor het oplossen van de totale problematiek. En ja, meneer Elsinga heeft helemaal gelijk, als je het over de smart grid oplossing hebt, dan zou ik het ook graag willen hebben over een centrale bij ons eigen park, inclusief het eigenaarschap. En daarbij ook de kansen die het heeft. Als je goed kijkt naar de inhoud van wat er in dat verhaal investeringsnota staat van Noord-Nederland. Dan is het Groningen en Friesland en ik hoop een beetje Drenthe. En misschien wel de noordelijke gemeenten van Overijssel daar nog een beetje bij. Het lijntje een beetje verzetten. Dan zou je daar een enorme impuls aan kunnen geven. Het is echt de moeite waard, voorzitter, zeg ik tegen de wethouder, om daar naar te kijken. Waarom? Ze zijn daar al ontzettend ver. Ze zijn super ver en er wordt in geïnvesteerd. Voor onze regio super, super interessant. Ja, en dan hebben we het nog over windmolens. Nee, die windmolens die staan op zee, ze worden aan land gebracht en vervolgens verder getransporteerd het land in. Nou, volgens mij liggen wij ten opzichte van Noord-Nederland hartstikke gunstig en is het op zijn minst het onderzoeken waard. Ik zou de wethouder ook willen oproepen om daar... desnoods ook informatie vandaan te halen die u nog niet heeft om te kijken, maar wat kunnen we daar überhaupt als gemeente mee? Ik ben daar enthousiast over. Nog een ding waar ik enthousiast over ben, voorzitter, niet alleen ik, maar ik hoop ook velen met mij. Als je het helemaal beperkt tot microniveau, tot woningbouwniveau en mijn woning, uw woning, en je zou kijken, wat zou je ook kunnen doen? Dat is een technisch rapport van een technische universiteit en dat is ook weer ondersteund door de technische chemie in Hannover, nota bene, heel ander land. Maar als je titaniumdioxide toepast, dat kan in dakleer of in dakbedekking, maar ook in dakpannen, en je zou het eens omzetten naar van waar hebben we het dan met elkaar over, dan kun je met 2000 zonuren per jaar, een dakoppervlak waar slechts 100 vierkante meter is ingedekt, in ieder geval al een enorme reductie van de stikstofuitstoot realiseren.
En dat is dan vergelijkbaar met 45.000 gereden autokilometers, ieder jaar opnieuw. Dus je kunt op microniveau best al wel doen als je de juiste keuzes maakt en voor de juiste keuze staat. Dus ik zou ook op dat niveau van macro weer naar micro willen terugschakelen. Wat je kunt doen en wat beschikbaar en beheersbaar is, doe dat. En dat is niet alleen een watermolen of een zonnepark. Er zijn andere mogelijkheden. Nou, deze nota voorziet in heel veel oplossingen en ik ben het eens met hetgeen wat u in de antwoord ook aangaf. Wij moeten daar met elkaar goed over praten. Wat is ons model? En ik hecht er ook aan om tegen de GBT te zeggen, wij staan ook als coalitie daarin hetzelfde in. Onze uitgangspunten daarin zijn ook exact hetzelfde, want die hebben we ook opgeschreven. Onze ambitie die we willen nastreven, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Daar hebben we het met elkaar ook niet voldoende over gehad, omdat de tijd waarin veranderingen, die gaan harder dan datgene wat we destijds met elkaar besproken en toen wisten. We weten nu weer nieuwe dingen die misschien voor onze gemeente super interessant zijn. Nou, ik ben wat dat betreft flexibel genoeg om met uw raad te discussiëren wat kunnen wij in Twenteland doen om antwoord te geven op noodzakelijke dingen. En daar wil ik graag met u over in gesprek en daar wil ik deze termijn nog graag mee beëindigen. Dank u wel. Dank u wel, heer Smelt. Dan wil ik graag het woord geven aan de CDA, de heer Kelder. Dank u wel, meneer voorzitter. De CDA-fractie had zich niet aangemeld in de eerste termijn, omdat wij aanwezig zijn geweest bij de regio-bijeenkomst. We zijn het vorige week voorgelegd. Daar zijn een aantal vragen gesteld en ik heb bewust gezegd van we willen even kijken wat de collega's inbrengen. Want de wethouder zegt ook terecht, en u zegt het met iets andere woorden, maar het is slikken of stikken. Ik bedoel, je hebt zoveel keuze hebben we niet. En het gaat er nu om, hoe gaan we nou als Twenteland ons deel nu invullen? Dat was ook de vraag die vorige week gesteld is. Welk aanbod doet nu Twenteland? En ik hoor een aantal collega's inderdaad met een paar goede voorstellen komen. Meneer Smelt doet wat. En ik ben het ook volkomen eens met de heer Elsinga dat we inderdaad in dit soort dingen wel onze burgers moeten betrekken. Maar dan wel, laten we dan ook inderdaad beperken tot dat deel waar wij ook iets van kunnen zeggen. Ja, en het gaat om dat deel wat wij als Twenteland doen. Ja, en we kunnen het geweldig heel breed maken, we kunnen allerlei dingen erbij halen. Maar ik denk dat het weinig toegevoegde waarde heeft. We zijn het er allemaal over eens dat we het moeten doen. Ja? De noodzaak, los van het feit dat het ons opgedrongen wordt, denk ik, wij zijn in ieder geval overtuigd dat wij als CDA in ieder geval overtuigd zijn van het feit dat wij als gemeenschap ons bijdrage daarin moeten leveren. Ja, laat dat helder zijn. Maar we zullen met z'n allen erover na moeten denken. En denk dan inderdaad, denken in kansen en niet alleen in belemmeringen. Ja, en ik denk inderdaad, en ik ben vorige week wel geschrokken, met name van Nexis, want er werd duidelijk gezegd, ja, alle plannen die u hebt is hartstikke mooi, maar we zijn niet eerder in staat dan over 10 jaar dat we inderdaad aan alle dingen kunnen doen. Ja? Ik hoorde de wethouder net zeggen, een termijn van 2 jaar, maar volgens mij ging het alleen maar over dat deel wat u met die gezamenlijke ondernemers zou doen. Maar goed, maar in ieder geval, vorige week werd duidelijk gezegd, als we nu plannen maken, dan zou het pas in 2030 op zijn vroegst gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast ben ik ook wel een beetje geschrokken van de bijdrage die Meander kan leveren. Meander werd duidelijk gezegd van, als je kijkt naar de financiën en de middelen die wij nu hebben, zijn we wel maar heel beperkt in datgene wat we kunnen doen. Hij gaf dan wel aan van, we kunnen dat wel zo doen dat de huurtarieven gelijk blijven. Maar in feite, de bijdrage, en ze hebben natuurlijk, als je kijkt naar de woonoppervlakte en de dakoppervlakte, wat zij dus in onze gemeente hebben, denk ik dat we nou als gemeente gewoon heel zorgvuldig moeten kijken of we daar niet wat meer winst in kunnen halen. Het gaat om isolaties, het gaat om zonnepanelen, het gaat om heel veel dingen. En ik denk dat daar best een heel veel winst te halen is. En daar zul je dus inderdaad met inwoners en met meanderen en bedrijven gezamenlijk wat aan mee moeten doen. Ja. En het is natuurlijk heel jammer dat onze bedrijven nu, nou de voorbeelden werden genoemd, maar ook de bedrijven nu niet in staat zijn om nu inderdaad verder te verduurzamen, omdat we gewoon te beperkt zijn in de middelen. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. En daar zullen we als gemeente intern gewoon heel zoveel naar moeten kijken. En ik denk dat dat op dit moment het belangrijkste is. En ik ben heel benieuwd naar het voorstel van onze collega's van het GPT. Ja. Heer Kelder, bedankt voor uw bijdrage. Dan wil ik graag het woord geven aan de heer Jonker. Dank u wel, voorzitter. Ja, bij mij kruipt de vraag van in welke democratie leven we eigenlijk al? De heer Kelder zei het al, het is eigenlijk slikken of stikken. Maar ik volg wel de lijn die de wethouder aangaf, zelf de regie zoveel mogelijk proberen te houden. Dus beter een machinist in de trein dan in de trein
springen of te gaan volgen. Want dan kun je misschien nog meer bereiken. Maar ik ben wel bezorgd, hè. We kunnen de burger gaan vragen. Maar ik heb de wethouder net ook horen zeggen van ja, de rest veranderen we eigenlijk niet zomaar. Dat is gewoon een document dat is opgesteld door 14 gemeenten. Colleges die scharen zich daar allemaal achter. Dus wat doen we dan nog? Hè? Doen we het dan nog voor de show om de burger? Hè? Ik ben er helemaal mee eens om de burger te gaan vragen. Hè? Daar hebben we voor onszelf kaderstelling. Maar wat doen wij er vervolgens mee? Wat kunnen wij er vervolgens mee? Ik heb de wethouder hele duidelijke taal horen doen. Maar goed, ik denk dat het niet verandert. Dat de trein gewoon doorgaat. En dan is het nog maar goed dat, ja, dat de energiecapaciteit op dit moment dan nog maar niet toereikend is. Want anders hadden we hier al plat gegooid met zonnepanelen en weet ik niet wat. Maar goed, daar hebben we het later nog een keer over. Maar wat ik van de provincie weet, is dat ze heel erg kijken van onderop. Dus echt kijken wat de gemeente mee komt. Dus die hebben een hoog verwachting van wat de gemeente komt. Dus die omarmen dat ook zoveel mogelijk. Dus ja, een kritische houding van de gemeente. Ja, ik heb er weinig van gemerkt. Er is een hele mooie rest samengesteld. Maar ja, ik had wat meer vuur verwacht. Ook van onze gemeente. Maar dat is blijkbaar niet zo geweest. Dus voorzitter, hier wil ik het bij laten. Dank voor uw bijdrage. Kan ik het woord geven aan de heer Veldmeijer van de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Voordat ik begin, voorzitter. Ik kreeg deze week de energieafrekening. En ik woon in een vrijstaand huis, slecht geïsoleerd. En ik heb minder verbruikt dan vorig jaar. Minder gas, minder elektriciteit. Maar ik moet €826,94 bijbetalen. Minder verbruikt gas, minder elektriciteit, maar €826 bijbetalen vanwege deze waanzin. En dat wisten wij al dat dit zou gebeuren en dit is dus nog maar het begin. En gelukkig kan ik het betalen, maar er zullen heel veel mensen zijn die inderdaad, net zoals in Duitsland, waar 100.000 mensen de nota niet meer kunnen betalen, dat gaat ook hier plaatsvinden. Want we kunnen allerlei leuke plannetjes bedenken, maar er is één smeerolie en dat is subsidie. Want zonder subsidie komt er niets van de grond wat betreft duurzame energie. Voorzitter, en als er één partij is die duidelijk is geweest, altijd over de energietransitie, de klimaathysterie of de energiewaanzin, dan is het de PVV wel. En vandaar dat wij ook geen gebruik hebben gemaakt van de eerste termijn. Maar we willen wel wat kwijt en dat is het volgende. Want zo langzamerhand begint deze energietransitie steeds meer te lijken op een bewuste, enorme dwaling van het openbaar bestuur. En wij hebben het altijd over, we hebben het altijd de groene leugen genoemd, maar ik noem het nu zelfs de groene misdaad. Want als je kijkt dat in de jaren 2010, 2018, in die periode, is wereldwijd het aandeel zon van 1-2% gestegen. Het is peanuts. Hele landschappen worden verkracht door windmolens en zonneparken. En de rest waar we het nu over hebben gaat voornamelijk over windmolens en zonneparken. Dus er komen er nog veel meer bij. Terwijl het niets, maar dan ook niets bijdraagt aan een betere wereld en een ander klimaat. Het is gewoon een kunstmatig gecreëerde economie die de gewone man tot waanzin drijft. En dat zien we ook aan de huidige energienota. Slechts 1/3 is werkelijk verbruik en 65% van de energienota bestaat uit belastingen, btw, opslag duurzame energie en netwerkkosten. 65%. En dit is nog maar het begin, want de netwerkkosten en de energiebelasting en de ODE, die gaat gewoon fors omhoog. En onder pure dwang wordt deze energietransitie uitgevoerd zonder dat het noodzakelijk is. Want met gas is helemaal niks mis. Sterker, andere landen gaan ertoe over of nemen veel meer af. En we zien ook in die periode, zeker in 2018, dat door de groei van de welvaart, door de groei van de economie, maar ook door de groei van de populatie op de wereld, neemt het verbruik
van gas gewoon toe. En er is ook helemaal niks mis met gas. En dit, voorzitter, de portemonnee plunderen van de inwoners, zonder dat dit noodzakelijk is, is wat ons betreft een misdaad. Het is gewoon crimineel gedrag. En het wordt tijd dat al deze bestuurders en al die meelopers voor een volkstribunaal moeten komen om zich te gaan verantwoorden. Maar tegen die tijd, als dat gebeurt, leven ze niet meer. Maar dan hebben ze onze kinderen wel opgezadeld met een hoop ellende. Ze moeten zich kapot schamen. Tot zover, voorzitter. Er komt een vraag van de heer Smelt. Ja, voorzitter, dank u wel. Interessante stellingname van de PVV. Met gas is niets mis, zegt de heer Veldmeijer. Maar heeft u enig idee tot hoe lang er over gas in de wereld beschikking is? Is dat onuitputtelijk of is dat het voor u een uitputtelijke energiebron? Voorzitter, dat weet u niet. Dat weet ik niet. Er wordt gezegd nog honderden jaren. Er is niet voor niks een hele pijplijn aangelegd, ook gefinancierd door de EU vanuit Rusland richting Denemarken. En dat komt onze kant ook op. Nou, dat heeft miljarden gekost. Dus ik neem aan dat er voldoende voorraad is. En als je kijkt, en die rapport heb ik ook gelezen, naar de CO2-emissie van gas, dan ligt dat stukken lager dan de huidige energiemix waarmee wij nu werken. Met windenergie, met zonne-energie, met gas, met biomassa. Dus met gas is gewoon niets mis. Voorzitter, uit uw beantwoording leid ik af, ondanks dat u zegt, er is nog voldoende voorraad, nog wel honderden jaren, dat u het antwoord geeft dat het uitputtelijk is. Alleen het duurt nog honderden jaren. En als we kijken naar de toekomst, dan denk ik dat het verstandig is, en ik wil uw mening daarover horen, dat we een transitie doormaken naar een onuitputtelijke energiebron. Dat hoeft niet van vandaag op morgen, dat kan ook fasegewijs. Hoe kijkt u daar als PVV tegenaan? Als je nou een onuitputtelijke energiebron aanwendt die beter beschikbaar is en emissievrij, en u zet dat naast gas, hoe interpreteert de PVV dat dan? Ja, voorzitter, het is heel simpel. Voordat ik daar antwoord op geef, zat ik een documentaire te bekijken. The Certainty Has Settled, ik weet niet of het kent. En er was een hoogleraar uit Rusland. En die zei dat zelfs olie zich herstelt in de grond. Olie wordt eruit gepompt en dat herstelt zich. Ik weet niet of het waar is, maar ik vond het wel een hele interessante benadering. Maar goed, dat terzijde. Maar wat de PVV wil, is dat wij, en er is maar eigenlijk maar één oplossing, om als je zo vertrouwt op de filosofie dat CO2 verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming, er is maar één oplossing, dat is kernenergie. En er is onlangs een dokter-ingenieur, Paul de Groot, die zat ook aan zo'n stuurgroep, Twentse Energiestrategie. De wethouder kent hem wel. Die wilde daar helemaal niet bij, ze hebben hem gevraagd, want die weet heel veel van aardwarmte. Maar die is daar weggegaan, omdat hij een andere mening heeft. Want die zegt ook, die noemt ook de klimaatdoelstellingen onwetenschappelijk. Maar die zegt ook, er is maar één oplossing, dat is kernenergie. Dat is de enige methode om de doelen te bereiken. En de PVV vertrouwt ook op thorium. En als je kijkt naar thorium, dan is er voor 10.000 jaar is er nog voldoende grondstof voor die energiebron. Dus wij zeggen, ga gewoon door op gas en wacht in de tussentijd inderdaad op de innovatie met waterstof, op thorium en ga verder met kernenergie. Dat is onze boodschap eigenlijk. Voorzitter, ik denk dat het helder is. Dank u wel voor de heldere uitleg. Waarin u zegt, u schept wel mogelijkheden voor andere soorten energiebronnen. Maar dat hoeft niet wat u betreft, als ik het goed interpreteer, niet van vandaag op morgen met donder en geweld geregeld te worden. Dat is uw boodschap. Dat is de boodschap van de PVV in Twenterand. Want u hoeft niet te praten voor Nederland, wat mij betreft. Het gaat om hier. Ja, inderdaad. Er is helemaal geen noodzaak om nu al die spastische bewegingen te maken. En bovendien, het is gewoon onbetaalbaar. En wind en zon zijn weersafhankelijke energiebronnen. Hebben altijd een backup nodig van fossiele brandstoffen of van kernenergie. En je ziet ook aan de problemen die nu reizen. Het netwerk, schaarste. Er wordt heel makkelijk gesproken over draagkracht. Er is geen draagkracht. Sanne Akkerboom die heeft heel veel projecten
meegemaakt bij windmolenparken. Er is geen draagkracht. Burgers mogen er wat van vinden, maar hun invloed op beslissingen die door gemeentes of provincies worden genomen, is er niet. Er is helemaal geen invloed. En dat nemen wij ook deze energietransitie bijzonder kwalijk. Dat het gewoon van bovenaf opgelegd wordt. Nog een laatste vraag. Ja, is ook inderdaad, was mijn voorstel aan u. Laatste vraag. Mag ik van de PVV vragen? Komt u met een amendement of een voorstel, of stemt u gewoon de nota af en zegt u, ga gewoon door zoals we nu doorgaan, er is niks aan de hand. Hoe gaat u ermee om? Nee, we zullen tegen deze ontzettende waanzin zullen we altijd tegen blijven stemmen. Wij hebben, vanaf het begin geloven wij hier niet in. En gelukkig zijn er steeds meer mensen en zie je ook, toch vind ik ook aan inwoners die zich er steeds meer in verdiepen, vinden we steeds meer steun voor het feit dat we tegen deze secte zijn. Nog een vraag van de GBT, de heer Elzinga. Ja, dank u voorzitter. Kijk, u zegt net in het begin, ja, we hoeven ons niet aan te melden, want wij zijn als enige tegen en altijd kritisch geweest. Nou, ik vind dat u daar wel alle partijen in deze raad tekort doet, want alle partijen in deze raad zijn altijd enorm kritisch geweest. PvdA was altijd wat oppervlakkiger, ook niet echt van, nou, we gaan daar naartoe. Ik denk nu met GroenLinks dat ze wel iets anders erin staan. Maar van SGP, VVD, CDA, GBT, door iedereen, we zijn altijd heel kritisch geweest, echt. En ik denk, ik weet niet hoe lang u hier woont of hoe lang PVV Twente bestaat, niet zo lang. Alleen op een gegeven moment krijg je een herhaling van zetten en het is gewoon aan de raad hier nooit verder aan de orde meer geweest. Het is nu, is het aan de orde geweest. Ik zei net al, over die duurzaamheidsbeleidskader 2023, daar is met de raad heel nadrukkelijk over gesproken. En daar staat ook heel duidelijk in wat we willen en niet willen. En dat is eigenlijk de lijn wat we nu ook hebben, alleen we krijgen nu te maken met de rest. Kijk, u zegt, ik stem tegen, want, nou ja goed, hoe dan ook, ik stem tegen. Maar dan, want dan hebben we nog niks. Want dan gaat het verhaal wat hier nu voor ligt, dat gaat gebeuren. Wat is daarvan dan het effect als je alleen maar tegenstemt en verder niets inbrengt? Ja, wat zou het mooi zijn als de helft van alle gemeentes tegen zou stemmen? Wat zou dat mooi zijn? Dan op een gegeven moment zeg je tegen het Rijk van koekoek, zoek maar wat anders uit. Ja, ik hulp het toe open, maar ik ben bang dat het niet gaat gebeuren. En wij zijn altijd een beetje bang van, want daar ben ik dan wel bang voor. Als je het stuur uit handen geeft, dan kun je niet meer richting aangeven. En dus daarom komen wij ook met een wijzigingsvoorstel. Want je kunt wel zeggen, hè, net werd ook even gezegd door de heer Jonker van SGP, ja, die burger, ja, wat doen ze erop uit? Je moet ze wel, de burger kunnen ideeën uitstaan en een burger kan initiatieven verzinnen. Maar je kunt ook burger een cursus voorleggen, wat hebt u liever? Hebt u liever bijvoorbeeld dat wij een gebied aanwijzen in Twenterland. Hè? Nou, ik heb net over die laagvliegroute gehad, er zijn maar een paar mogelijkheden. Of heeft u liever van dat wij bijvoorbeeld bij Twents langs de snelwegen doen en dat de gemeente daarin. Dat kun je gewoon een burger, kun je dat voorleggen. Wat zij daarvan vinden. Maar misschien vinden ze ook wel, ik weet het niet, maar misschien vinden ze ook wel dat het wel kan. Dat weten we niet, dus we kunnen het beter vragen. Dus die stem van de inwoner, dat is toch belangrijk, dat moeten we toch ook belangrijk vinden. Ja, het probleem is dat al die projectjes, die zijn gebaseerd op subsidie. En ik sprak laatst ook mensen van de dorpsraad in Vroomshoop. En die zeiden ook van meneer Veldmeijer, ik weet dat u tegen windmolens bent. Ik weet dat u tegen de energietransitie bent. Maar als wij met niets komen, dan komt er misschien een projectontwikkelaar hier. Nou, en dan wordt dat op een gegeven moment uitgelegd als, nou, dat is dan burgerparticipatie. Nee, dat is pure dwang. Want die mensen willen ook geen zonnepanelen en die willen dit eigenlijk niet. Maar ze worden gewoon gedwongen om ergens voor te kiezen. En ze zeggen ook, als wij het niet doen, gaat iemand anders met een zak geld door. En dat is de hele rode draad in de hele energietransitie, dat is subsidie. Want zonder subsidie knalt alles in elkaar. En wij zeggen op een gegeven moment, eigenlijk zou dit gewoon een vrije keuze moeten zijn van inwoners. Verlaag die belastingen, mensen houden meer over, dan gaan ze met het geld hun huis verduurzamen. En dan hoort de energierekening ook te dalen. En mijn buurman hoeft niet te betalen voor mijn isolatiewerkzaamheden. Zo staan wij erin. En nogmaals, het zou mooi zijn als we met een hele groep, en al is het maar een vierde deel van alle gemeenten, zeggen van, wij geloven hier niet in, zoek het maar uit Den Haag.
En dan gebeurt het echt niet hoor. Maar het is net als wat de boeren, die hebben het lef wel om met al die tractoren naar Den Haag te gaan. En die dwingen het op een gegeven moment ook af. En de gemeentes zijn allemaal veel te lief. Die lopen allemaal achter de leiband aan van Den Haag. En dat doen de wethouders ook. Want doen ze dat niet, dan is dat slecht voor hun carrière. Dus ja, zo zit het wel in elkaar. En wij moeten gewoon als gemeentes moeten we veel meer lef hebben. We kunnen wel met z'n allen naar Den Haag gaan om te pleiten voor meer zorggeld. Ik zie meneer Paters nog lopen en terecht hoor. Maar met dit soort dingen haken wij af en dan vormen we niet één groot blok. En dat vind ik jammer. En ja, ik zit nou eenmaal bij een partij. Wij willen nul windmolens. Geen 1, geen 2, geen 3. We willen de nul. U heeft uw punt gemaakt. Nog een aanvullende vraag van de heer Elsinga. Ja, ik heb nog een aanvullende vraag. Kijk, u zegt nul, maar dan weet u dat u ze wel krijgt. Alleen op een plek, maar misschien wel, ja, noem maar bij u achter de huis. Want daar is een mogelijkheid bijvoorbeeld. Hè. Ik zeg maar, even Solskanaal, Daleveen. Dat is net een gebied waar net wat kan. Of zegt u van, nou, dan heb ik hem liever ook maar in de Uithoek richting Almelo. Dan is het in ieder geval in een richting de N36. En dan is het ver weg en dan valt het allemaal wat minder op. Het is net even, waar kiest u voor? Kiest u voor waar u wat invloed op uit kunt oefenen? Of kiest u voor waar u helemaal geen invloed uit kunt oefenen? Daar zou ik toch wel graag een reactie op willen. Maar als we gewoon nee doen, het is nul of niks, of nul of alles. Ja, maar nul weten we zeker dat het niet gaat gebeuren. Maar we kunnen wel de wethouder vragen. Nou, hoe zit dat nou met het draagvlak binnen die RES 14? Bij ons zijn we wat kritisch. Hoe zit het bij jullie? Daar kunnen we natuurlijk de wethouder altijd vragen om dat. En dat ze dat toezegt. Net zoals ze dat toezegt, heb ik officieel nog niet, maar moet even genoteerd worden. Over wat ik net noemde bij de Twents en zo. Dat we daar, dat de wethouder dat toezegt, dat we dat vast kunnen leggen. Kunnen we vragen. Kunnen we allemaal vragen. Alleen op een gegeven moment is het wel, als we het zo laten zoals het is. Dan wordt het er niet leuker op. Nee, dat betekent ook dat in 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan weten de burgers op welke partij ze moeten stemmen als ze die kring ook niet willen hebben. En dat is de enige manier om tegengas te geven. En nog één ding, we krijgen wellicht nu niet onze zin op korte termijn. Maar Harm Beertema, Tweede Kamerlid voor de PVV, zei het laatst heel treffend in de Trouw. Van het gelijk komt naar ons toe met een vertraging van een aantal jaren. En dat gaat hier ook mee gebeuren. De mensen die hier zich nu hard voor maken, het volk over de kling jagen met een energietransitie die totaal niet noodzakelijk is, die totaal geen invloed heeft op het klimaat, die komen ooit, en ik hoop het echt, een keer voor het gerecht te staan waarom ze dit gedaan hebben. Want er is totaal geen grond om dit te doen. Totaal niet. En je ziet in andere landen, in Engeland, in Duitsland, hoewel Duitsland een slechte voorbeeld is natuurlijk met die energiewende, maar dan heb je enorme klimaatarmoede. Maar je ziet bijvoorbeeld in Engeland zie je toename van afname van gas. Nou, waarom zou dat hier niet kunnen? Er is helemaal niks met het gas. Maar we laten ons bang maken door mensen die er totaal geen verstand van hebben. En die totaal niet gedacht hebben wat gaat het uiteindelijk, wie gaat de rekening betalen en hoe hoog wordt die rekening. Dat weten ze in Den Haag niet eens. De heer Veldmeijer, bedankt voor uw bijdrage. De VVD nog, niet meer, de heer Reusken van PvdA GroenLinks. Voorzitter, dank u wel. Als ik het debat van zojuist hoorde, dan denk ik, na ons de zonvloed. Dat is wat bij mij opkomt. En ik denk dat wij, als we hierover praten, zullen de Partij van Arbeid en GroenLinks sterk verschillen met de mening van de PVV. En we zullen leren in de toekomst wie er gelijk heeft. Al die mensen die op dit moment in Madrid bij een klimaatconferentie aanwezig zijn. Al die wetenschappers die zeggen van er gaat degelijk wel wat veranderen. Volgens mij zijn het meer wetenschappers die zeggen dat er wat gaat veranderen dan wetenschappers die zeggen dat er niets gaat veranderen. En ik weet wat de heer Veldmeijer dadelijk gaat zeggen. Gaat u gang. De heer Veldmeijer, korte vraag. Ja, mijn collega begint over de mensen die er verstand van hebben die in Madrid zitten. Onze premier, meneer Rutte, werd gevraagd, hoe gaat u daar naartoe? Gaat u met de trein? Lekker duurzaam. Nee, zegt meneer Rutte, want de treinen rijden op steenkool. En toen heeft de NS een tweet uitgebracht naar de heer Rutte. Meneer Rutte, de treinen rijden niet op steenkool, die rijden op... Ik geloof dat niet, maar ze rijden in ieder geval op elektriciteit. 100% duurzaam werd gezegd, dat geloof ik niet. Maar het feit dat onze premier
nu voorloper wil zijn van die hele duurzaamheidswaanzin in Madrid, het braafste jongetje uit de klas, die weet niet eens dat treinen op elektriciteit rijden. Nou, dat is het niveau van die hele klimaatenergiestrategie op dit moment. Dank voor uw punt. Zullen we weer teruggaan naar de regionale energiestrategie? Voorzitter, één uitstapje met uw goedvinden, want u vond ook goed dat de heer Veldmeijer de heer Rutte aankaarten. Ik heb de heer Rutte gisteravond ook op tv gezien. Aan publiek riep hij, het is tijd voor actie. We moeten ons best gaan doen, we moeten het voorbeeld vormen. Nederland moet niet voorop lopen, moet wel duidelijk laten zien wat ze moeten doen. En tegelijkertijd zei hij tegen Nederlandse journalisten via Twitter, maar dat mag niet betekenen dat we minder gaan autorijden, dat de vliegschaamte moet gaan ontstaan of dat we ons huis moeten gaan verkopen. Dat zijn twee boodschappen. Naar mijn idee is de boodschap die op dit moment aan de orde is, van we moeten aan de opgave die er nu ligt als het gaat om klimaatverandering wat doen. Voorzitter, nu ga ik weer terug naar Twenterand, want daar hebben we het vanavond over. Volgens mij is dit een belangrijk onderwerp. En ik gaf het al aan, we moeten hier ook iets mee, ook hier in Twenterand. En de Partij van de Arbeid, GroenLinks, is geen partij die niet duidelijk is in wat ze niet willen, heer Elsinga. Ik vond dat een bijzondere opmerking, maar ook geen gepaste opmerking. Volgens mij zijn de Partij van de Arbeid en GroenLinks altijd duidelijk geweest over wat ze willen met duurzaamheid. En twee elementen die daarvan belang zijn, heb ik ook genoemd, waarbij het ook gaat, en daar ben ik het met u over eens, dat is namelijk, het gaat ook om draagvlak. En wij zullen ieder voorstel steunen als het gaat om betrekken van burgers en het creëren van oplossingen die voor Twenterand passend zijn. En dat zou ik graag de wethouder willen vragen om dat mee te nemen in de aanpak van de verduurzaming hier in Twenterand. Want kernbegrippen voor ons zijn nogmaals draagvlak, draagkracht en duurzaamheid. Dank u wel, voorzitter. Een vraag van de heer Elsinga. Ja, voorzitter, als de heer Reusken zich aangevallen voelt daardoor of niet prettig bij die opmerking. Ja, ik heb 9,5 jaar in de raad gezeten en het hing nogal wel af van de persoon die er zat. Er hebben verschillende mensen van de PvdA in de raad gezeten. En ja, er kwam de ene fractievoorzitter die dacht er zo over en er kwam een andere zo. Dus daarom noem ik dat even dat het niet altijd voor mij duidelijk was. Nog een reactie van de heer Reusken? Dank u wel, voorzitter. Ik zit er pas 1,5 jaar in, dus ik ben nog groen. Geen groen gekkie. Rood en groen is een hele mooie kleurencombinatie. Dus ik hoop dat ik in ieder geval dat gevoel bij u weg kunnen nemen en wel duidelijk naar voren kunnen brengen wat wij ervan vinden. Dank u wel. Dank u wel. Dan zijn we aan het einde gekomen van de tweede termijn. Wil de voorzitter of de wethouder nog graag het woord hierin? Dan krijgt u die ruimte daarvoor. Voorzitter, ik denk het goed is om nog even een paar dingen misschien samen te vatten, even te clusteren. Er zijn denk ik in de tweede termijn best een aantal hele goede dingen gezegd, hè, waar ik ook verder mee kan. Morgenochtend zitten, of morgen de hele dag beter gezegd, zitten de wethouders... Duurzaamheid en de wethouders ruimtelijke ordening. De hele dag gaan ze bezig met die regionale energiestrategie in Twents verband. En dan helpt het ook hè, dat we hier eigenlijk ook al een aantal dingen wat u hebt meegegeven. Ik heb de GBT, de heer Elsinga hoorde zeggen, clusteren is voordeliger. Dat is zeker het geval. Mensen die het kunnen weten zeggen zelfs dat hoe beter je clustert, hoe minder subsidie je nodig hebt. Sterker nog, het kan zonder. Minimaal 4 molens bij elkaar heb ik u horen zeggen. Nou, dat is ook iets wat ik mee kan nemen. Kunnen onze windmolens bij Twents staan? Volgende week is er een aandeelhoudersvergadering van Twents. Het strategisch beleidsplan waar wij in deze raad eerder over gesproken hebben, die kan ik daar goed aan koppelen. Dus dat zal ik namens u zeker doen. Meneer Elsinga, u gaf ook aan 1 boom per huishouden. Bomen nemen inderdaad CO2 op. Ik ben het helemaal met u eens. Het is alleen bijzonder jammer dat dat geen deel uitmaakt van de regionale energiestrategie. Maar voor een gemeente als Twente, dat vind ik dat zeker een heel goed voorstel.
En het college wacht heel graag ook uw voorstel af van hoe u ook voor u ziet om de inwoners te betrekken. U geeft ook aan, onze partij is eigenlijk 14 jaar terug ook ontstaan, juist omdat we die inwoners op een goede manier wilden betrekken. U gaf terecht ook al aan de hele discussie over de megastallen, dat willen we niet meer. Dus ik hoor heel graag hoe u dat ziet. Dat gaat ons alleen maar helpen. En een interessante optie, hè, dat u ook zegt van waarom gaan we het niet zelf doen, coöperatie met bedrijven, 50% eigenaarschap van lokale mensen, inwoners of gebiedjes vindt u eigenlijk al te weinig. Hè? Dus het lijkt me een interessante optie. Ik zou u willen voorstellen, als u denkt dat u het college daarin van richtinggevende uitspraken kunt voorzien, zou ik het zeker niet laten. Want meneer Jonker, de RES is inderdaad een op zich staand procedurevoorstel. Maar waar we natuurlijk wel over gaan, hoe we in Twenterand de zaken gaan invullen. He, niet alles wat gebeurt, vinden wij ook altijd fijn voor onze inwoners, maar we proberen dat wel zo goed mogelijk te organiseren. En windmolens zullen inderdaad niet heel snel gerealiseerd worden. Die staan er niet binnen 5 jaar. Zo simpel ligt het gewoon ook. En dat betekent ook dat waar we het nu hebben over beperkingen in ons netwerk, en u hebt het vorige week ook al gehoord bij de dame van Enexis, die zei van het is voor ons belangrijk om te weten hoe liggen de ambities van de gemeente, dan passen wij het netwerk aan. Zo ligt het ook. En dat is ook iets waar u zelf ook over moet nadenken. Hè? Want als u zegt van wij doen niks in onze gemeente, wij laten dat in andere gemeentes, dan is de kans dat ons netwerk aangepast wordt het natuurlijk een stuk kleiner. Hè? Dan komen wij achteraan in de rij, zo gezegd. En dat gaat onze ondernemers ook niet helpen. Want u hebt allen ook wel het beeld gekregen dat wij in Twenterand ondernemers hebben die graag willen verduurzamen. He, dus die moeten we ook faciliteren, want ook dat helpt onze economie. Voorzitter, volgens mij zijn dat een beetje de dingen die ik zou willen zeggen. En eigenlijk zou ik tegen de heer Veldmeij van de PVV ook willen zeggen. He, u geeft ook best een aantal dingen aan. Met gas is niet zo heel veel mis. Moet ik u daar gewoon gelijk in geven. Gas is wel de fossiele brandstof die het meest schoon is. He, dus terecht dat in Duitsland, waar men vaak nog met stookolie werkt, dat men gas daar omarmt als een duurzame brandstof. Maar vanuit het perspectief wat wij in Nederland met elkaar hebben, ligt dat gewoon toch een beetje anders. En wat u aangeeft over kernenergie, dat herken ik. Ik zie in ieder geval wel dat er in draagvlak voor kernenergie wel wat aan het veranderen is in Europa, in West-Europa. Dus we gaan het zien. U zegt het gelijke komt wel aan ons toe. Het zou best kunnen. Want werkende weg gaan wij wel aan de gang met de energietransitie. Maar een opgave als dit geeft ook aan dat wij ook werkende weg soms dingen anders moeten gaan doen. We gaan het zien. Maar ondertussen gaan we wel de dingen doen die we moeten doen. Wethouder, dank voor uw bijdrage ook in de tweede termijn. Het was een groot onderwerp, vandaar dat ik u al een veel tijd en ruimte heb gegeven om hierover te debatteren. Ik denk dat ik mag concluderen dat dit naar de bespreekagenda gaat. Dan gaan we verder met het volgende onderwerp. Dat is nummer 2 op de agenda, dat is de economische visie. Aangemeld zijn de CDA, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en de VVD. Spreektijd is wederom 5 minuten. En ik wil als eerste het woord geven aan de VVD. De heer Kobers. Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft met belangstelling kennis genomen van deze economische visie met het bijbehorende convenant. Het is goed te zien dat er goede afspraken met de ondernemers gemaakt zijn en dat de contacten constructief verlopen. Uitwerking van deze visie zien we dan met belangstelling tegemoet. Er ligt al een behoorlijke focus op de verschillende bedrijventerreinen in onze gemeente en daar is ook al het nodige aan gedaan. Er is echter meer nodig. De VVD heeft al vaker aangegeven dat we noodzaak zien in het zo snel mogelijk ontwikkelen van een centrumplan voor de kern Friese Veen in samenwerking met ondernemers.
Hier is al vaker een poging toe gedaan, maar dat heeft tot nu toe niet echt tot concrete resultaten geleid. Wanneer kunnen wij hier verdere vervolgstappen over tegemoet zien en is het college met ons eens dat dit prioriteit heeft? Zeker gezien de ontwikkeling van de Friese-Veense middenstand en de leegstand van de winkels. Dank u. Dank de heer Kopers voor de bijdrage in de eerste termijn. Dan wil ik graag het woord geven aan de PVV, de heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb al heel wat van dit soort economische visies gelezen. En ik moet zeggen, voornamelijk op provinciaal niveau. En het zijn stuk voor stuk visies waar niemand op af te rekenen valt. Abstracte stukken met altijd weer dezelfde termen en geen geformuleerde doelstellingen. Vrijblijvendheid, troef. En je ziet ook dat wanneer de werkgelegenheid is toegenomen, komt dat vooral, zegt men, door het beleid van de gemeente of van de provincie. Maar als daarentegen de werkloosheid gestegen is, dan ligt het altijd aan externe factoren waar de gemeente of provincie pak nog deel aan heeft. En hier komt men altijd mee weg omdat er geen concreet beleid in staat. En een wethouder of een gedeputeerde kan hier dus ook nooit op worden afgerekend. Want het is veel te algemeen. En wat we gelezen hebben, dat is gewoon papier. En we moeten eigenlijk naar de praktijk kijken. Maar voordat ik dat doe, voorzitter, viel mij op dat 58% van de bedrijven in Twenterand, dat zijn eenmanszaken of ZZP'ers. En 86% van de banen komt van eenmanszaken en kleine bedrijfjes. En slechts 1,3% van de banen in Twenterand komt van de echt grote bedrijven. Het viel ons op, voorzitter. Maar het zegt wel wat. Namelijk dat je als gemeente vaak te maken hebt met ondernemers, met kleine bedrijfjes waar de ondernemer, de eigenaar, keihard moet meewerken. En waar de eigenaar dus geen zin heeft in allerlei randzaken. En als dit het DNA is van Twenterand, voor wat betreft de lokale economie, dan moet het gemeentelijke beleid hier ook op gebaseerd zijn. En het is heel in het kort, ontzorg de ondernemer, hanteer lage belastingen, zorg voor snelle procedures in zaken vergunningen, houd de wegen op orde en ondersteun hem of haar vlot en adequaat bij vragen. Zorg dus dat de ondernemer zich niet bezig hoeft te houden met randzaken. We zeiden het al eerder. Maar als we nu kijken naar de praktijk van alle dag, dan zien we dat het streven naar circulaire economie, naar duurzaamheid, naar netwerken, naar verbinden en faciliteren slechts mooie woorden zijn op papier. Want wat zal de firma Dekker vinden van deze mooie woorden die dan niet voor hem van toepassing zijn? Of Konijnenberg? Of de beide fietsenzaken, of Bebo-pakket. En dat door het subsidiepark Oosterweilanden geef je alle duurzaamheidsambities van de ondernemers in deze gemeente zelfs een nekschot. En wat zullen de ondernemers in Friese-Veen en Den Ham vinden dat zij geen koopzondag mogen organiseren? En Westerhaar en Framshoop wel. Wat voor de een geldt, geldt ook voor de andere. Wie zei dit ook alweer? Voorzitter, het is wat ons betreft een algemeen stuk vol met politiek jargon en geneuzel. We kunnen er niet veel mee. Dus zullen wij dit college gewoon op haar daden in de praktijk beoordelen. En daarin zien we op dit moment toch te veel beleid wat haak staat op deze economische visie. Maar we spreken de hoop uit dat het beleid toch meer ondernemersgezind zal zijn in de komende periode. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, heer Veldmeijer, voor uw bijdrage. Dan wil ik graag doorgaan met Jan Jonker van de SGP. De heer Jonker. Dank u wel, voorzitter. De visie is niet gedetailleerd uitgewerkt stuk. De visie die voor ligt heeft heel veel woorden. Maar er wordt eigenlijk weinig gezegd. En daar gaat het juist wel om. Daarom is het ook goed dat de wethouder ons helder kan maken wat deze visie nu anders is dan de voorgaande visie. Wat gaan we concreet anders doen? We kunnen toch beter wel voor de visie zijn, want de visie geeft focus voor de toekomst op BV Twenterand. En samen staan we sterk. Kortom, aan positiviteit geen gebrek. Maar wat is de houding en gedrag dan wat daarbij hoort? U heeft onder andere input opgehaald bij brainstormsessies. Er waren veel verbeterpunten, er was een goede discussies. Kunt u daar wat meer duiding aan geven? Welke inzichten en ervaringen van de afgelopen tijd gaven juist de aanleiding om tot het opstellen van een nieuwe visie?
En voorzitter, hoe collectief gedragen wordt deze visie? Met wie is het gesprek gevoerd? De heer Veldmeijer gaf het net al aan. Feit is dat 2600 bedrijven in Twenterand meer dan de helft uit één persoon bestaat. Daarna komt de groep met bedrijven die uit 2 tot 5 personen bestaat. Maar voor onze economie niet minder waard natuurlijk. Slechts een paar bedrijven hebben meer dan 200 mensen in dienst. Dat betekent dat we in Twenterand, om het ons in de kern leefbaar te houden en vitaal te houden, zuinig moeten zijn op onze bedrijven. Hoe heeft u die ondernemers bereikt? Dan moet dat toch wel een hele klus zijn geweest. Of heeft u alleen gesproken met een afvaardiging van de 4 ondertekende partijen? Waar is de stem van al die bedrijven die uit één persoon bestaat? Heeft u een enquête gehouden onder al die bedrijven? Graag uw reactie. U gaat aan de slag met 4 opgaven. Ik ga ze niet herhalen, ze staan keurig netjes benoemd. Prima punten wat mij betreft. Maar hoe gaan we hier concreet invulling aan geven? Uit contacten met ondernemers horen wij dat ze niet zitten te wachten. Dat zij niet zitten te wachten op veel regels, maar minder regels. Gemakkelijke contactlijnen. Hoe zij hun personeel kunnen huisvesten. Hoe er meegedacht kan worden in het realiseren van hun wensen die wettelijk mogelijk zijn. Het denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Ik noem het gedrag net al aan het begin van mijn bijdrage. Het geeft te zeggen dat ondernemers zich vaak juridisch moeten laten bijstaan in de meest simpele vragen om iets geregeld te krijgen. Daar moet aan gewerkt worden. En dat mis ik in dit stuk. Maatwerk, korte lijnen. Wie is de gemeente voor de ondernemers? Een vast aanspreekpunt. We hebben ook onze bedrijfsadviseurs, die gaan toch niet weg, hoop ik aan. Maar is het wel genoegzaam bekend? De gemeente is nu juist, zoals in de visie staat weergegeven, degene die de belangrijke rol heeft om te faciliteren, verbinden en organiseren binnen het netwerk. De vraag is iedereen wel aangesloten bij het netwerk? Het gaat de ondernemer in de dagelijkse gang van zaken om praktisch samenspel. Ik hoop dat de raad nader geïnformeerd zal worden in een raadsbrief of dat we daar nog nader over kunnen spreken. Maar wat ik lees is dat wij geïnformeerd worden via de PNC-cyclus. En dat vind ik toch wel erg mager. Bent u daartoe bereid? En voorzitter, nog een laatste vraag. Wat wordt bedoeld dat we elkaar meer handel gunnen? Dat zie ik staan op bladzijde 17. Kunt u hier wat duiding aangeven? Wordt hier bedoeld het ondernemersklimaat of het gedrag van de gemeente? Eerste eigen lokale ondernemers bijvoorbeeld. Tot zover de eerste bijdrage, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, heer Jonker. Dan gaan we door naar de ChristenUnie. De heer Smilts. Wie zei het ook alweer, naar het zuur, dan maar het zoet. Van mijn PVV-GDA-uitspraak. Hij is er nu niet, maar goed. Voorzitter, leden van de raad, wethouder. Blijven doen wat je al doet, daar is toch niets mis mee. De economie is dé motor van Twenterand. We hebben echt al heel veel mooie zaken gedaan. En we laten zien dat we daar veel goede dingen in staat zijn. De heer Smelt, wilt u nog een keer met uw eigen pasje? Ik heb mijn eigen pasje ingelogd, maar goed. Wij noemen u. Maar ik zou wensen dat de heer Jonker deze woorden zou hebben uitgesproken, dus. Nou, opnieuw. Hoe kan het ook anders? Een VOF-bedrijf die dit soort dingen zegt. Hè? Ik moet er even naar wennen, heer Jonker, dat dat uit uw mond kwam. Maar goed, laat ik het opnieuw zeggen. Ja, het zijn prachtige one-liners. Het nieuwe is dat deze visie, en daar moet u even goed op letten, want u vroeg daarna, en ik denk dat ik het antwoord al voor u heb, hoeft aan wethouder dat niet zeggen, dat deze visie met het bedrijfsleven samen is geschreven. En dat is namelijk al niet eerder gebeurd. Tenminste niet in die jaren dat ik in de raad zit, en dat is al heel erg lang. Dat is onze ambitie overigens altijd geweest, en nu in deze nota ook concreet gemaakt. Dat vind ik echt supergoed. Het is een co-productie en daarin heeft het college ambtelijk met de ondernemers opgetrokken. Goede prestatie. 2600 bedrijven met 11.800 banen vormen het Twenterandse hart van het bedrijfsleven. En dan neuzel ik niet over een groot of klein bedrijf, het zijn gewoon banen. Iedereen die een baan heeft, heeft een baan. En of die nou voor een grote ondernemer werkt of voor een kleine, het is een baan. Dat is de Twenterandse motor. Wat een onzin om dan te praten over ZZP'ers. Ik maak er ook bezwaar tegen
PVV en SGP, dat hij dat wegzet als een probleem. Het is helemaal geen probleem. Het is super dat mensen een baan hebben in Twenterand. En dat Twenterand leeft, bruist en banen voor onze gemeenschap heeft. Ik zie de heer Jonker driftig naar de microfoon stormen. Ik voel dat ik wat aangejaagd heb. De heer Jonker. Ja, meneer de voorzitter, de heer Smelt moet beter luisteren. Hij kan je wel grapjes gaan maken en alles wegdoen, maar ik heb dat helemaal niet gezegd. Het is goed dat die notitie met bedrijven wordt gegeven. Mijn vraag aan de wethouder was, en u hoeft de wethouder niet in te fluisteren wat hij moet beantwoorden, maar heel concreet, als ik kijk naar het bedrijvenbestand, dan is meer dan de helft van onze 2600 bedrijven bestaat uit één persoon. En ik heb er gezegd, dat is niet meer of minder waard. Elke baan is er één, daar is geen discussie over. Maar de vraag is wel, wie is er aangesloten bij het netwerk en wie heeft de input geleverd? Dat was de vraagstelling richting het college. En daar zou ik graag een antwoord op, want ik ben bang dat die ZZP'er, die is elke dag keihard aan het werk en die heeft geen tijd om over visies te gaan praten en met het college om de tafel te gaan zitten. Ik ben bang dat het Old Boys Network is. En, maar goed, ik hoor het graag aan de wethouder. Ik vind van belang dat wij, als wij een hele grote groep ondernemers hebben, die kleine bedrijven, maar die zijn ons niet minder waard. Laat dat misverstand maar heel helder uit de weg halen. Maar ik ben wel bang dat die te weinig gehoord worden. Ik wil dit maar even gezegd hebben. Ja, voorzitter, misschien moet u er even blijven staan, want ik maak aan geen grapjes over, over de prachtige economie van Twenterand. Ik denk dat het al beter kwam. Ik zei alleen, het valt mij op dat de SGP, maar zeker dat de PVV, het blijkbaar als een probleem ervaart in hun bijdrage door te zeggen dat we zoveel ZZP'ers hebben. En daar heb ik heel prima geluisterd. U heeft er een vraag over gesteld, dan krijgt u van mij geen antwoord op, dan krijgt u wel van het college. En dat u dat nuanceert hoe u dat bedoeld heeft, dank u wel daarvoor, heb ik geen vragen over. De PVV zat duidelijk iets anders in. En ik denk dat de heer Veldmeijer mij nu duidelijk gaat maken hoe die daar echt in zit. Even ter aanvulling, voorzitter. Dank de heer Smelt. Kort, ja. Maar ZZP'ers is voor ons geen probleem, maar het is een kwetsbare groep en daar moeten we mee aan de slag. En ik denk dat die mensen gewoon minder gehoord worden. Dat is onze zorg. Maar voorzitter, een vraag aan de heer Jonker. Hè? Wie kiest er dan voor om ZZP'er te zijn? De ZZP'er zelf of de omstandigheden? Dat maakt mij geen biet uit. We hebben te maken met een ondernemersbestand en er staat keurig netjes in dat 2600 ondernemers hebben. Maar het convenant wat ondertekend is, vier partijen. Ik zie de winkeliersvereniging in Frieseveen niet terug, BBV, ICVO, Zakelijk Belang Westerha en nog een partij en Twenterand. Waar zijn die ZZP'ers? Nee, maar voorzitter, ik vind het een interessante discussie, want u loopt nu weg. Maar ik denk dat het belangrijk is om daar helemaal geen probleem van te maken. Ze zijn verenigd in een ondernemersvereniging. Een ZZP'er kiest ervoor om een eigen bedrijf te hebben. Hij kan er ook voor kiezen om dat model te vergroten en mensen in dienst te nemen. Ik denk dat die ZZP'er het een kleiner probleem vindt dan u. U maakt denk ik een probleem van iets wat geen probleem is. Het enige waar ik het met u eens kan zijn, is dat hij misschien niet de tijd kan vinden. En ik ben het echt niet met u eens hoor. Want ik weet ook dat er echt ZZP'ers wel invloed hebben gehad. Misschien niet de tijd kan vinden in zijn drukke agenda om dit soort zaken ook daadwerkelijk tot zich te nemen. Dat zou best een groep kunnen zijn, maar ik vind het niet terecht dat we dat over in kamp scheren. Voorzitter, laatste opmerking. Wij scheren dat helemaal niet onder in kamp. Het punt wat ik gemaakt heb, dat is hoe nemen we al die ondernemers mee? Er staan vier grote partijen onder het convenant, maar met wie is uiteindelijk gesproken? Ik heb ook de vraag gesteld, en daar krijg ik straks hopelijk een antwoord op. Is er een enquête uitgezet? Er zijn twee, ik lees alleen het stuk, hè. Verder weet ik even niet, dat er twee brainstormsessies zijn geweest en daar is input uitgehaald. Nou ja, ik geloof nooit dat daar al die 2600 mensen hebben gezeten. Als u daarbij gelaten had, voorzitter, als u daarbij gelaten had en daar niet bij gezegd had, ik ben bang dat het wel weer het Old Boys netwerk zou zijn geweest, dan had u, ik denk dat u daar een punt uit moeten zetten en dat laatste niet bij had moeten vertellen. Want daar acteer ik namelijk op in de reactie aan u. Want u doet een stellingname die u ook niet hard kunt maken. En daar heb ik wel bezwaar tegen. U weet hier wel niet dat die ZZP'ers zich niet geroerd hebben. U gaat ervan uit dat de mensen uit het Old Boys netwerk de gemeente geïnformeerd hebben. Daar maak ik bezwaar tegen. Een vraag door de heer Veldmeijer. Ga de gang. Ja, voorzitter, de opmerking lokt natuurlijk een reactie uit. Ik heb in mijn tekst gewoon gezegd wat mij opviel.
is dat het grootste percentage bedrijven zijn eenmanszaken of ZZP'ers. En 86% van de banen komt van die ZZP'ers af of van bedrijven met 2 tot 5 werknemers. 86%. En dat betekent dat je als gemeente, dat het DNA is van blijkbaar van Twenterand, en dat je als gemeente daar beleid op moet voeren. Overigens wil ik wel zeggen dat ik denk dat heel veel mensen ZZP'ers zijn geworden uit noodzaak, omdat ze anders in de WW hadden gezeten. En het is ook bekend dat heel veel ZZP'ers onder de armoedegrens leven. Ik denk dat de gemeente dat ook mee zal moeten nemen in zijn economische beleid. Maar ik heb verder ook helemaal geen kwalificatie over ZZP'ers geuit. Want elke ondernemer is er één en die is ons even dierbaar. Kijk, nou, dan zijn we precies het punt waar we willen zijn. 11.860 banen, daar hebben we het over. Dat is de economische drager in deze nota, zo hebben wij hem althans gelezen. Voorzitter, om dan verder te gaan bij onze bijdrage, is dat er over de inhoudelijke opgave, dat daar veel aandacht voor geweest is. Zo hebben wij de nota wel gelezen en dat er ook grotere vraagstukken aan de orde zijn gekomen. Bedrijven moeten ook naar zichzelf kijken hoe ze hun bedrijf toekomstbestendig maken. Er zijn ook ervaringen en kennis onderling met elkaar gedeeld en ik denk dat het winst is. Ik denk dat het enorm veel winst oplevert wanneer ervaringen en kennis met elkaar gedeeld worden en successen met elkaar worden uitgewisseld. Voorzitter, onze inzet als fractie is er dan ook één om in te zetten op connection. Inzetten op relatiemanagement. Dat is een voorwaarde die de gemeente samen met het bedrijf moet hebben. We zijn ook enorm blij te hebben gezien dat in de afgelopen periode een relatiemanager is aangesteld in de portefeuille economie om te zorgen voor connectie met de ondernemers. Ik heb er ooit een pleidooi voor gehouden in deze raad. Die is hier wel. Ja, u kent haar naam en u weet ook wat ze doet. Als u goed kijkt hoe vaak ze in beeld is in combinatie met een ondernemer en de ondernemer weer helpt de weg hier in het huis. Dat zijn winstpunten die de afgelopen jaren samen gerealiseerd zijn. Daar ben ik super trots op. Daar ben ik ook hartstikke blij mee. Dat versterkt het economische klimaat in Twenterand. Ik wil dat hier wel gezegd hebben. Voorzitter, ook het initiatief van het ondernemershuis is een voorbeeld in onze gemeente waar weer nieuwe banen, start-ups, een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Mogelijk wijst er een van de megagrote industriëlen vanuit Twenterand. Je weet het niet. Soms moet je klein beginnen en groot dromen. Maar als je daarvoor de voorwaarden kunt creëren in je gemeente en je geeft daar mensen een kans, dan is dat een economische drager waar ik trots op ben. Ik ben blij dat onze gemeente dat in zich heeft. Voorzitter, ik rond bijna af. Voortdurend relatiemanagement, met elkaar doorgaan, doorwerken, is belangrijk, heb ik net gezegd. De BV Twenterand, wauw, wat een geweldig initiatief van de partners. We zijn er trots op en ook op uw wethouder dat u samen met het bedrijfsleven deze nota heeft geschreven. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Smelt, voor uw bijdrage. Gaan we als laatste naar de CDA. Wie mag u woord geven? Dank u wel, voorzitter. U mag mij het woord geven. samenwerking met de bedrijven, ondernemersverenigingen, het ondernemersfonds, het ondernemershuis, ten opzichte van de gemeente gaat beter. Dat zien we in de economische visie en dat is eigenlijk goed om te horen. Al zijn er voor de gemeente Twenterand verbeteringspunten en moeten we scherp blijven. Een voorbeeld hiervan is door niet alleen binnen de grenzen te kijken om de economische situatie te doen verbeteren, maar ook daarbuiten. Wat kunnen wij als Twenterand leren? Als gesteld wordt in de economische visie is het opvallend dat het aantal banen in de industrie en bouwnijverheid zijn gedaald in Twenterand. Terwijl het hier gaat om groeiende sectoren. Heeft de wethouder hier een verklaring voor? In de economische visie wordt gekeken naar cijfers 2018 ten opzichte van 2009. Zijn er ook recente cijfers beschikbaar die vergeleken kunnen worden? Zien we de laatste jaren na de economische crisis wel een groei binnen deze sectoren? We horen het graag van de wethouder en dit mag natuurlijk ook later per mail gestuurd worden. Het CDA vindt het belangrijk dat er kansen en ruimte worden geboden aan ondernemers in Twenterand. Bestaande, maar ook dat nieuwe bedrijven in Twenterand kunnen vestigen. Het moet de ondernemers niet te moeilijk worden gemaakt, maar het moet juist aantrekkelijk voor hen worden gemaakt.
We moeten als Twenterand oppassen dat we de bedrijven uit Twenterand verjagen naar omliggende gemeenten, terwijl de mogelijkheden ook in Twenterand kunnen zijn. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? Om de economie in Twenterand te stimuleren, moet het ondernemersklimaat aantrekkelijk worden. Dit geldt natuurlijk voor ondernemers op het bedrijventerrein als in de centra van de kernen. Neem bijvoorbeeld het centrum in Frieseveen. Hier mag zeker de benodigde aandacht aan komen om de uitstraling te doen verbeteren. Een plan waar inmiddels wel wat meer schot in zaak mag komen. En hoe staat het met de centrumvisie van Vroomsoop? Zijn er al stappen gemaakt wat betreft de ondernemers aan de Lindenvlier? Een vraag van de heer Smelt. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het moment. De CDA geeft aan, bij monden van mevrouw Smelt of mevrouw Jansen, dat wij moeten oppassen dat wij ondernemers niet verjagen uit Twenterand. Heeft u concreet aanleiding om dat hier in uw bijdrage zo expliciet te noemen dat u daar nu een punt van maakt? Is het zo, zijn er zaken bij u bekend of bij uw fractie, dat Twenterand ondernemers door de omstandigheden niet warm ontvangt dan wel wegjaagt uit Twenterand? Ik heb wel inderdaad het horen zeggen niet dat mensen hier zijn verjaagd door de manier waarop zij geholpen zijn hier door de mensen. Maar wel, denk bijvoorbeeld aan de bedrijfsgrootte of iets dergelijks. Dat mensen kijken naar ook kansen buiten Twenterand. En ik denk dat wij er open voor moeten staan dat wij iedereen een kans kunnen en willen bieden hier binnen onze eigen gemeente. Nou, daar zijn we het snel eens. Dat is het punt niet. Maar ik was even geschrokken door uw opmerking. Ik denk, nou heeft het CDA waarschijnlijk informatie gekregen. Daarom nogmaals, concreet waarin de gemeente Twenterand de afgelopen periode dusdanig geacteerd heeft, dat bedrijven zich hier niet kunnen dan wel willen vestigen. En ik merk op dat u wel wat informatie heeft, maar dat u dat niet zo hard kunt maken, helaas, hè, dat we daar ook op moeten anticiperen. Is dat juist? Is dat een juiste conclusie? Dat is een juiste conclusie. Ik vervolg mijn betoog. Kijken. Een ander punt wat wij als CDA willen aankaarten is het behoud van schoolverlaters in onze gemeente. Hoe gaat Twenterand ervoor zorgen dat mensen in Twenterand blijven? Twenterand moet de kennis en jeugd niet ook uit de gemeente laten gaan, maar zij moeten ook binnen onze gemeente de kans krijgen om te werken. In de economische visie komt de term onbekendheid van beroepen bij jeugd voorbij. De jongeren, schoolverlaters, moeten kunnen zien wat Twenterand te bieden heeft in bijvoorbeeld banen en stageplekken. Daarnaast is er nog een uitdaging om de jeugd in Twenterand te houden. Denk hierbij aan het ontbreken van concrete plannen met betrekking tot grondgebonden woningen. Dit kan leiden tot het vertrek van onze jongeren. Is de wethouder voornemens om aan beide punten aandacht te geven? Kan bijvoorbeeld een platform voor de jeugd beschikbaar worden gesteld? Welke activiteiten worden er genomen om hier aandacht aan te schenken? Ik hoor het graag van de wethouder. En als laatste, het gaat hier in de economische visie om een visie in hoofdlijnen. Het is geen uitvoeringsdocument. We zijn dan wel benieuwd naar het concrete actieoverzicht dat nog opgesteld zal worden, zoals aangegeven werd in de economische visie. Wanneer kunnen wij dit verwachten? Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage. Dan wil ik graag het woord aan de wethouder geven. Mevrouw van Adema. Voorzitter, dank. Ik moest eventjes met mijn collega afstemmen, want er zijn ook een aantal vragen gesteld. Ik bedoel, economie gaat over alles, dat is ook wel zo, maar we hebben toch een portefeuilleverdeling in het college. Dus ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk op uw vragen te antwoorden. Dank voor de mooie woorden die u gezegd heeft over de economische visie. Laat ik zeggen dat ik zelf als wethouder economie hier ook echt blij mee ben dat we een economische visie hebben. En in tegenstelling tot wat in de provincie gebeurt, en ik was collega van de heer Veldmeijer, dus wij delen in zekere zin ook een bepaalde ervaring daarin, weten wij ook dat de provincie inderdaad heel erg goed is in het maken van allerlei plannen.
Wij hadden in Twenterand nog niet eerder een economische visie. Wij hadden bijvoorbeeld wel een sociaal-economische visie, maar dan gaat het vooral over hoe krijgen wij de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in ons bedrijfsleven. Terwijl als je het hebt over een economische visie, dan heb je het ook over vraagstukken, hè, wat mevrouw Janssen ook zei. Van hoe houden we de jongeren in Twenterand? Hoe zorgen we voor de juiste banen? Hoe zorgen we ervoor dat de ontsluiting goed geregeld is? Hoe ontzorgen we onze ondernemers? Hoe houden we onze wegen op orde? Hoe kunnen we werken voor zover mogelijk aan deregulering? Hè? Dat minder regels. Dus dat zijn ook vraagstukken die in een economische visie thuis horen. En ik ben werkelijk waar oprecht verheugd dat wij dit samen met ons bedrijfsleven hebben gedaan. En ja, meneer Jonker, dat betekent niet dat alle 2000 bedrijven die wij in Twenterand hebben, waarvan inderdaad een heel groot deel eenmansbedrijven zijn of bedrijven minder dan 5 werknemers. Ik kan u vertellen dat dat niet de bedrijven zijn die ons helpen met het maken van een economische visie. Eenvoudigweg omdat ze daar ook de tijd niet voor hebben. En dat snap ik ook. Tegelijkertijd zien we ook dat ook juist die eenmanszaken er ook belang bij hebben dat zij werken in een gemeente die ook een visie op die economie heeft. Zodat ze ook zaken kunnen toetsen met elkaar. Want er komen momenten dat ook die eenmansbedrijfjes gemeentes nodig hebben. En dan is het ook wel heel erg prettig dat je ook weet waar een gemeente voor staat. En als wij kijken naar onze ondernemersverenigingen, de BBV en de ICFO, met name de BBV in Frieseveen is een vereniging waar ook behoorlijk veel ZZP'ers bij aangesloten zijn. Dat is ook echt een netwerkclub. Niet iedereen, maar toch best wel een onderdeel. Als ik kijk naar ons ondernemershuis, wat ook samen met ons bedrijfsleven en de gemeente ook in gang is gezet, ook daar vindt juist dienstverlening van de eenmansbedrijven, de ZZP'ers, plaats. En ook daar vindt netwerkvorming plaats. Een vraag van de heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch mijn collega van de SGP een beetje bijvallen, want die eenmansbedrijven die zijn niet meegenomen met deze economische visie. En de heer Smelt zei het al, het gaat om 11.860 banen. En kijk je naar die eenmanszaken en die bedrijven, 2 tot 5 werknemers, die genereren 10.200 banen. Dus we hebben nu een economische visie liggen. Van die 11.860 banen hebben we een economische visie liggen op basis van 1.600 banen. Dus 10.200 banen. 86% van de banen die gegenereerd worden, die mensen worden niet betrokken bij de economische visie. En ik zou het toch een uitdaging vinden van de wethouder om op de een of andere manier deze mensen toch te betrekken bij de gesprekken over een economische visie. Ik weet niet of dat een optie is of dat de wethouder wil toezeggen dat ze daarover gaat nadenken. De wethouder. Voorzitter, daar hoeft deze wethouder niet over na te denken. Ik ben al sinds 2016 mag ik wethouder economie zijn. Dat betekent ook dat ik behoorlijk wat bedrijfsbezoeken heb gedaan. Dus ook veel ondernemers ken, ook hun bedrijven ook ken. En dat zijn echt niet alleen grote bedrijven. Dat zijn ook kleine bedrijven, soms ook eenmanszaken. Ik gaf u al aan dat ook hier in Frieseveen het netwerk van de BBV behoorlijk goed georganiseerd is. Ook met name met één pit. En dat betekent ook dat wij ook behoorlijk wat input krijgen, juist ook van de eenpitters. Uiteraard kunnen wij niet alle 2000 bedrijven spreken die wij in Twenterand hebben, maar wij hebben toch een behoorlijke doorsnede van wat het bedrijfsleven van Twenterand ook maakt, het DNA. Dus ik deel niet uw mening als u zegt dat wij geen stem hebben gegeven aan een belangrijk deel van ons bedrijfsleven daarin. Nog een laatste opmerking? Ja, voorzitter. Mag ik dan de conclusie trekken dat al die ZZP'ers, eenmanszaken, die kleine bedrijfjes, geen deel uitmaken van deze economische visie? Daar is niet mee gesproken. Maar u heeft met uw werkbezoeken wellicht contacten gehad met ZZP'ers en eenmanszaken.
En die contacten heeft hij gebruikt ook bij het samenstellen van deze economische visie. Althans, de opbrengsten uit die gesprekken. Mag ik het zo vertalen dan? Voorzitter, ik denk niet dat dat een correcte vertaling is. Je kunt, als je met een economische visie bezig gaat en wie veel ondernemers spreekt, en volgens mij bent u iemand die dat doet, die weet ook dat niet alle ondernemers altijd zitten te wachten op een stuk visievorming die daarin met een gemeente willen meedenken. Je hebt nou een keer ondernemers in alle soorten en maten en kleuren wat dat betreft. Dus uiteraard kan een gemeente alleen ook een stuk visievorming doen met ondernemers die dat willen, die daarvoor openstaan en die dat ook kunnen. En wij zijn in de gemeente Twenterand bovenmatig gezegend met ondernemers die dat inderdaad ook willen. En daar zijn ook zeker kleine ondernemers bij. He, dus uw conclusie is wat mij betreft veel te kort door de bocht. Voorzitter, als ik eventjes in mag gaan op het Old Boys Network. Eigenlijk heb ik ten dele hier de vraag van de heer Jonker ook al beantwoord. Ik weet ook niet precies wat hij bedoelt met het Old Boys Network. Het klinkt heel erg grijs, dus dat lijkt me niet altijd goed. Ik denk dat wij zeker in Twenterand hele wijze ondernemers hebben. Die hebben ons zeker van allerlei adviezen voorzien, maar gelukkig ook heel veel jonge ondernemers. Dus ik denk dat dat absoluut niet het geval is. Wij hebben op die twee bijeenkomsten met behoorlijk veel ondernemers gesproken. Ik heb daar niet zo lijsten van, maar ik heb er wel beelden bij, want ik was zelf ook bij beide bijeenkomsten aanwezig. Overigens mijn collega ook. En het waren hele goede geanimeerde gesprekken, ook met een goede doorsnede van ons bedrijfsleven. De heer Jonker gaf terecht ook al aan dat een vast aanspreekpunt ongelooflijk belangrijk is voor een gemeente. Wij zien ook dat dat gewoon werkt. We hebben dit nu vanaf 2014 dat deze gemeente bezig is met economisch beleid en we zien dat het werkt. Wil dat zeggen dat we alles goed doen? Nee, absoluut niet. We blijven leren met elkaar. En de heer Veldmeijer gaf ook al een aantal voorbeelden aan. En uiteraard staat het u vrij om ons om de oren te slaan met alle dingen die niet goed gaan. Ik denk dat wij een lerende organisatie zijn en dat wij leren van elkaar en ook van onze ondernemers daarin. En juist het feit dat we deze visie in gezamenlijkheid hebben opgezet, dat is denk ik een heel goed bewijs dat wij goed bezig zijn in deze gemeente. En dat laat zich niet altijd vangen in woorden. Daar waar het gaat, meneer Jonker, over elkaar meer handel gunnen, dan gaat het er ook over dat als ondernemers elkaar kennen, elkaars netwerk ook kennen, dat ze elkaar inderdaad ook meer handel gunnen. En ook daarin kan een gemeente faciliteren in dat stuk netwerkvorming. Want zo kunnen ondernemers elkaar ook helpen. En als je elkaar wat gunt, dan betekent het ook dat je elkaar ook kunt helpen om verder te groeien. Voorzitter, er zijn een aantal vragen gesteld over Centrum Friese Veen, Centrum Vroomshoop. Wat ik weet is dat die in ieder geval bij de bespreking van de programmabegroting bij mijn collega wethouders aan de orde zijn geweest. Er zijn in ieder geval wat toezeggingen opgedaan. Wat ik zo even weet is dat er voor Friese Veen dat wethouder Kosten gezegd heeft van begin volgend jaar kom ik daar in deze raad op terug. En volgens mij geldt dat ook voor Centrum Vroomshoop. Maar ik ben een beetje voorzichtig, maar u was allemaal aanwezig bij de programmabegroting, dus waarschijnlijk weet u dat zelf veel beter. En mevrouw Janssen, u gaf ook terecht al aan als aandachtspunt behoud de school verlaten. Nou, als er iets is wat ook een economische visie ook dienstig aan moet zijn, is dat juist op dit punt. Hoe kunnen we in Twenterand ervoor zorgen dat onze inwoners kunnen wonen en werken? En is ook mijn collega heel erg druk bezig om ervoor te zorgen dat er ook goed gewoond kan worden. En ook goed gewoond, dat mensen ook goed hier kunnen blijven wonen. Dus ja, want de jeugd moet de kans krijgen om hier te werken. Super belangrijk. En bedrijven, daar zijn we inderdaad heel zuinig op in onze gemeente. Dus die zullen we ons uiterste best voor doen om dat zoveel mogelijk binnen bestaande regelgeving te faciliteren. Daar doen wij ons uiterste best voor en dat blijven we ook doen. Uw vragen over de sector bouw en infra die krimpt.
Dit zijn eigenlijk cijfers en statistiek zou ik zeggen. Dus dat wordt ook op grond van allerlei statistische cijfers wordt dat beschouwd. Dus ik zou u niet exact kunnen zeggen waar die krimp precies in zit in Twenterand. Niet anders dan dat ik daar in algemene woorden over zou kunnen spreken. Bouw en infra is van oudsher een sterke sector in onze gemeente. Maar we zien wel dat ook daar automatisering en robotisering ook een behoorlijke rol krijgt. Dus dat zal zeker een factor zijn. Als u daar nadere informatie over wilt hebben, dan raad ik u aan om even contact te zoeken met onze bedrijvencontactpersoon. Die zal u vast nog meer inhoudelijke informatie kunnen geven. Voorzitter, volgens mij heb ik alles een beetje langs gehad. Oh ja, ik denk dat is nog wel even heel erg leuk. Het was ook van de CU, hè. De heer Smelt, die zei ook al, en ik denk dat dat gewoon heel erg waar is. In Frieseveen en in Twenterand hebben we allemaal beelden van bedrijven die klein zijn begonnen, die soms als eenmanszaak begonnen zijn en die uitgegroeid zijn tot grote werkgevers. Daar hebben we allemaal hele mooie voorbeelden van. Ja, ze danken daarvoor. Ik zie de heer Jonker nog naar het spreekgestoel te lopen, dus ik verwacht een vraag. Ja, voorzitter, om een tweede termijn te voorkomen. Dank voor de beantwoording. Het Old Boys Network was geplaatst in de context dat onze zorg is die 86% ondernemers die zeer klein zijn in aantal, hè, die een hele grote bijdrage leveren aan onze economie. Dat die wel goed gehoord worden en niet alleen de netwerkmensen, om het zo maar even te zeggen. Dus dat terzijde. Ik had nog een vraag gesteld over het informeren van de raad. Hè. Er ligt een visie met heel veel, met vier opgaven, waarvan ik gezegd heb prima punten. Maar die moeten wij straks ook terugvinden in de PNC-cyclus. Maar ik hoop dat wij toch wat eerder betrokken worden en er wat van gaan zien. Ja, dank u wel. Voorzitter, ik denk dat het laatste punt heel terecht is. Uiteraard is deze de uitwerking van deze visie, en u hebt zeg maar die uitwerkingsagenda er een beetje bij gezien. Hè, die is inderdaad niet heel concreet, maar dat wil ook vooral zeggen dat we die samen ook met ons ondernemers bestand ook verder gaan uitwerken. En ik denk dat het heel goed is om dat niet alleen bij de PNC-cyclus te laten, maar ook zeker te kijken van hoe kunnen we de raad daar op een goede manier in meenemen. Dus daar ga ik zeker met onze ambtenaren verder over nadenken, hoe we dat kunnen doen. Terecht punt. Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de toezegging. Om een tweede, voorzitter, om een tweede termijn te voorkomen. U stemde net al met mij in dat het heel belangrijk is om de jeugd hier te behouden binnen Twenterand. En dat heeft natuurlijk dus te maken met huisvesting. Maar ook, en we noemden net ook al, van hoe kunnen we nou laten zien wat Twenterand te bieden heeft op het gebied van banen en stageplekken. Kunt u voorbeelden noemen hoe u dat zo nu, hoe u daar wilt gaan werken? Dat is een goede vraag. Ik kan daar inderdaad wel wat over zeggen. Over woningbouw heb ik inderdaad al wat gezegd. U hebt ook in de uitvoeringsagenda hebt u zien staan het 3O-netwerk. Dat wil dus zeggen dat we samen met ondernemers en onderwijs en overheid, in dit geval de gemeente, gaan kijken wat heeft ons bedrijfsleven nodig, hè, aan personeel, ook vacatures. Je kunt zich bijvoorbeeld voorstellen dat onze metaalbedrijven, die hebben altijd gebrek aan personeel, zeg maar. Dus dat is best lastig om die, hetzelfde geldt ook voor onze logistieke bedrijven. Dus er zijn verschillende bedrijven die altijd personeel zoeken. En hoe mooi zou het zijn als wij onze eigen jeugd daar ook voor kunnen interesseren. Nou heeft ons eigen VMBO, het Noordic, heeft niet een heel technisch profiel. Dus daar zit een mismatch in. Nou, dus het is ook heel goed om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Nou is een VMBO-school is ook een toevoer bijvoorbeeld voor een technisch ROC. Het ROC Twente is een vrij technisch ROC. Maar dan moet die toevoer vanaf het VMBO moet wel goed georganiseerd worden. En dat zijn de dingen waar we met elkaar over spreken. Een VMBO heeft niet zomaar meer een technisch profiel. Maar dat zul je ook samen met de ondernemers moeten gaan oppakken.
school en ondernemers moeten elkaar kennen. Dat is nu lang niet altijd het geval. Dus wij kunnen daar als gemeente, als overheid ook een hele goede facilitaire rol in spelen om daarin te bemiddelen. Dus dat is ook een stukje uitwerking van het 3O-netwerk. Ja? U geeft net aan MBO en VMBO, maar wat doet u eraan om bijvoorbeeld mensen van het HBO of universitair geschoolde, om daarin te faciliteren dat zij hier ook kunnen blijven? Hoe werkt u daaraan? Dat gaat op een iets andere manier. Dan heb je het vooral ook over stageplaatsen. Dus dat, en dat is iets waar wij als gemeente iets minder een rol in hebben. Behalve als je het via de regionale programma's doet, zoals bijvoorbeeld de Agenda van Twente. Maar daar waar het gaat om stageplaatsen, moeten vooral ook ondernemers zelf ook aan de bak om hun eigen bedrijf ook bekend te maken als zij ruimte hebben voor die jongeren. Niet elk bedrijf leent zich voor een hbo-stagiaire, maar wij hebben zeker een behoorlijk bedrijfsleven wat zich daar wel voor leent. En ik hoef ze daar niet toe op te roepen om daarmee aan de gang te gaan. Dat doen ze uit zichzelf wel. Hè, dus je zou best ook het bedrijfsleven nog wat meer in de picture kunnen zetten. Dan zou je kunnen voorstellen dat je dat bijvoorbeeld met een soort banenmarkt gaat doen. En van het ondernemershuis weet ik bijvoorbeeld dat ze dit als actiepunt specifiek gaan oppakken. Dit jaar hebben we in Frieseveen de ondernemersbeurs gehad. Dat was ook een manier voor de bedrijven om zich te presenteren. En dat moet ik zeggen, dat smaakt wel naar meer voor de bedrijven. Dat ze zeggen van, we willen dit meer met elkaar oppakken. Dus daar kunnen wij zeker als gemeente een rol in spelen. Bedankt voor de vraag. Vraag van de GWT, meneer Albersen. In het verlengde daarop, het faciliterende gedeelte van de gemeente, eigenlijk in de samenwerkende en netwerkende sfeer is het best een positief stuk. Op pagina 17 komt er aan bod ondernemer Twenterand op zijn mooist. En daarin zegt ondernemer Twenterand dus letterlijk de faciliterende rol voor de gemeente zal groter moeten zijn, of dat kan veel beter. U geeft daar net al een voorzetje op, maar wat denkt u wat zij daar specifiek mee bedoelen? Ik denk inderdaad dat het over dit soort zaken gaat. Hè. Dus het invullen van dat 3O-netwerk om het onderwijs en de bedrijven beter op elkaar aan te sluiten. Dus ook oog te hebben voor de vraag van het bedrijfsleven en kijken hoe je daarop kunt schakelen, maar dat betekent vooral ook dat je verbindingen moet maken in de regio. Niet al onze bedrijven zijn voldoende aangehaakt op de regionale agenda, de sociaal-economische structuurversterking via de agenda van Twente, via de regio-deal. Daar kan best nog meer in gebeuren, dus ook dat kun je als gemeente faciliteren. En ook dat staat in die agenda van Twente. Dat was de bijdrage van de wethouder. Kijk ik nog even rond. Is er een behoefte aan een tweede termijn? Er is geen behoefte aan een tweede termijn. Mag ik dan concluderen dat dit door mag gaan naar de akkoordagenda? Dan is dat de conclusie. Dan gaan we verder met het punt 3 van de agenda van vanavond. Dat is de quickscan afvalbeleid Twenterand. Ook van dit onderwerp is de portefeuillehouder mevrouw Van Abbema. Aangemeld zijn de GBT, PVV, SGP, VVD en PvdA GroenLinks. En de spreektijd in de eerste termijn is wederom 5 minuten. We gaan weer het rijtje af en ik wil graag beginnen met de GBT. Ja, dank u voorzitter. We hebben ons voor deze quickscan of dit agendapunt aangemeld omdat we in deze quickscan zijn wat dingen opgevallen en wil nog wat andere aspecten benoemen. Ten eerste, wij vinden de grafieken uit de quickscan opmerkelijk. Als we het rapport van de quickscan bekijken, staan we met het scheidingspercentage van de ROVA-deelnemers met 83% ongeveer in de middenmoot. De hoogste deelnemer zit op ongeveer 89%, dus we zitten wel aardig goed. Als we de inzamelprestatie op onderdelen bekijken, dan staat Twenterand bij het aantal kilogrammen PMD, het aantal kilogrammen GFT
het oud papier karton, het grof tuinafval. Op al deze onderdelen staan we ten opzichte van het ROVA-gemiddelde ver bovenaan. En dan is het toch vreemd, als je dan de percentages samenvoegt, dat we niet bovenaan staan, maar in de middenmoot staan. In onze beleving klopt hier iets niet bij de berekening. Maar het geeft wel aan dat we in Twenterand hartstikke goed bezig zijn. En misschien zijn er nog enkele verbeterpunten. Het tweede punt wat ik aan wil stippen is eigenlijk de communicatie in het stuk. Het is goed dat we weer wordt ingezet op communicatie. Het gaat om bewustwording. Wat mag dan wel in de PDM-bak en wat mag nu niet in? Mag alle plastic erin of alleen maar verpakkingsmateriaal? Als voorbeeld stond enige tijd geleden in de krant dat een plastic zak waar brood in zit wel in de PDM-bak mag, maar doe je het brood vervolgens zelf in een zakje en neem je dat mee, dan mag dat zakje eigenlijk niet in de PDM-bak. Nou, dat lijkt ons even iets te gek voor woorden. Het gaat om bewustwording, maar het moet ook simpel blijven. Want plastic is plastic. Het doel moet zijn om zoveel mogelijk recyclebare producten zo schoon mogelijk aan te leveren. Als een keukenafvalbakje dan de tool is om de aandacht te trekken voor een betere bewustwording, dan vinden we dat prima. Maar voor een goed resultaat moet het afvalscheiden duidelijk en simpel zijn. En ik hoop dat dat ook in de voorlichting naar voren komt. We hebben in onze bijdrage voor het afvalbeleid al diverse malen aangegeven dat textiel een product is waarvan nog 6% in het restafval zit. Wat naar onze mening heel goed te scheiden is. Maar onvoldoende gefaciliteerd wordt. Goed gebruikte kleding kunnen we onder andere in de containers van het Leger des Heils doen. Maar kapotte kleding, handdoeken, bedlinnen, gordijnen, waar gaan we hiermee naartoe? Dat is volgens ons nog een prima grondstof wat erg gebruikt kan worden. Wil je naar een afvalloze samenleving, dan moet hierop ingespeeld worden. Hiervoor kan een aparte container op het afvalbrengpunt geplaatst worden? Is onze vraag. Ten derde, het oud papier en karton. Ja, we hebben in de media er al eens over gelezen, het is persbericht geweest en vanmiddag hebben we hier ook een brief over gehad, dat de prijs voor oud papier gedaald is. En dat voor sommige verenigingen en scholen de kosten hoger worden dan de baten. En daarom willen sommigen stoppen met de inzameling van oud papier. Het zou zonde zijn dat de inzameling van oud papier op deze manier weg zou vallen. Want voor veel mensen is het scheiden van oud papier niet alleen maar dat men minder restafval moet betalen, of voor het milieu, maar ook voor de inzamelaars van oud papier willen steunen, de verenigingen in je dorp. Het zou dan jammer zijn dat dit motief zou wegvallen. Als dit inzamelsysteem via de verenigingsstort een standaard vergoeding kan worden in leven blijven kan gehouden, zal dit ook een positief beeld blijven in het scheidingsresultaat, is de mening van GBT. Maar er moet wel een rechtvaardig systeem overblijven. Om hier geen verschillen in te krijgen, moet naar onze mening, moet je verder gaan met één logistieke verzamelaar naast de ROVA. U heeft al aangekondigd van, nou, ze krijgen straks de keuze. Ik denk dat je dan straks ook duidelijk moet zijn van, nou, Janssen die geeft wel betere prijzen en Knol kan dus niet meekomen in die prijzen. Dat we misschien ook op afscheid moeten nemen op termijn van Knol. En dat je nu nog straks alleen Janssen hebt en de ROVA. Dit geeft duidelijkheid en het geeft ook een rechtvaardigheid. Ten vierde, het veranderen van het inzamelfrequentie van restafval en de financiële prikkel. Het wijzigen van de inzamelfrequentie van de restafval niet één keer per 4 weken, maar één keer per 8 weken ophalen. Dat zou een positief effect kunnen zijn op de hoeveelheid aangeboden restafval en daarnaast ook op de kosten. Daarna zou een ondergrondse container per kern geplaatst worden voor de inwoners welke de restcontainer toch eerder vol hebben dan 8 weken. Een soort noodopvang, lezen wij. Wanneer u wethouder met een voorstel hiervoor naar de raad komt, zouden we graag inzicht willen hebben wat nu de kosten en de baten zijn. Wat kost het plaatsen van een ondergrondse container en hoeveel van deze ondergrondse containers moeten er dan geplaatst worden? Het minder vaak ophalen van restafval heeft ook een kostenvoordeel. Dit zouden we dan ook graag inzichtelijk willen hebben, want die vrachtwagen hoeft dus ook maar één keer in de 8 weken rond. Naast milieu is voor veel inwoners die financiële prikkel toch een belangrijke reden om goed afval te scheiden. Maar we zien in ons vastrecht toch stiekem dat deze iedere keer weer oploopt. Hoe meer we scheiden, hoe hoger het vastrecht wordt. Hier hebben ze een woord voor bedacht en dat is diftarparadox. Wat een mooi woord is.
Het is de kunst om deze goed in balans, een goede balans te vinden tussen het vaste tarief en het variabele tarief, zodat het DIFTA-principe de vervuiler betaalt in stand blijft en dat tegelijkertijd de verschillende afvalstromen zo schoon mogelijk blijven en dat we ook geen zwerfafval krijgen. Ten slotte had ik nog iets over de ondergrondse glascontainers in Bruinhaar, De Pollen en Geerdijk, die er nog niet zijn. Ja, u zegt van ja, een extra scheidingsresultaat leveren deze ondergrondse containers eigenlijk niet op. Maar wij vinden en het vinden van een geschikte plek en de kosten zijn een probleem. Maar als u met een voorstel naar de raad komt voor het inzamelen frequentie van restafval, zou u dan ook een voorstel willen meenemen wat dan eigenlijk de kosten zijn voor een ondergrondse container in deze drie kleine kernen? En wat de problematiek is, waar loop je tegenaan, en wat, zodat de raad zich hier meer inzicht in kan heeft en een afweging hier kan maken van, dat vinden we acceptabel of vinden we niet acceptabel, maar dat we iets meer inzicht krijgen, want tot nu toe is hier nog niets aan gebeurd. Dat was het voor zover, voorzitter. Dank u wel, heer Laarman. Gaan we verder met de PVV. Heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan het vrij kort houden. Wij verzamelen in Twenteland, althans de inwoners, zo'n 25 kilo restafval per persoon per jaar in. En terwijl de landelijke norm 100 kilo is per persoon per jaar. En, ja, dus dat betekent dat wij het gewoon goed doen en ook op andere vlakken doen wij het gewoon prima. En we lazen dat in 2030 de ambitie ligt op 30 kilogram per persoon per jaar, dus van 75 naar 30. Ja, en daar hebben wij toch wel vraagtekens bij. Dat betekent inderdaad dat die grijze container, dat je die minder vaak kunt aanbieden aan de straat. En ja, we vinden dat we dan toch wel een beetje aan het doorslaan zijn. En wat net ook al gezegd is, er wordt steeds meer gescheiden aangeboden en de prijzen gaan omhoog. Dat strookt niet met elkaar. En we vragen ons ook af of het afvalscheiden wel nuttig is. Als je kijkt naar plastic, dan zie je dat 15% van de ingeleverde plastic maar recyclebaar is. En 85% gaat gewoon de verbrandingsoven in. En dan tuig je wel een heel netwerk op met aparte containers, vrachtwagens die vaker moeten rijden. Ja, en dan denk ik ook, ja, wat is dan de noodzaak om plastic in te zamelen? Begin dan met plastic inzamelen, zeggen wij, op het moment dat je minimaal 50% kunt recyclen. Maar goed, de deugers zeggen dat het niet zoveel oplevert. Maar die zeggen wel dat het goed is voor het milieubewustzijn van de burger. Maar goed, terug naar Twenterand. Wij zijn dus heel tevreden over de manier waarop het op dit moment geregeld is. En we willen dat ook graag zo houden. En we zouden ook graag van de wethouder willen weten, want ik vind dat toch wel een probleempje in Twenterand. Op het moment dat jij een bankstel wil inleveren, maar je hebt geen aanhanger, je hebt geen trekhaak, dan is het niet mogelijk om te zorgen dat de gemeente bij jou langskomt met een auto. Althans, ze doen daar heel erg moeilijk over. En dat betekent dat mensen een container moeten gaan huren of een busje moeten gaan huren. En ik vind, wij betalen ook belasting. En als mensen af en toe een bankstel wegdoen omdat ze nieuw hebben gekocht, dan vind ik dat ze de gemeente dan ook voor de belastinggeld langs moet komen. Het hoeft niet iedere week, maar je kunt een bepaald kuub koppelen aan een bepaald adres. Maar wel de mogelijkheid hebben om te zorgen dat de gemeente langs komt om de bankstel op te halen. Ten aanzien van het inzamelen van papier hebben we natuurlijk ook de media gevolgd en ook de stukken gelezen die ons zijn toegestuurd. En we vragen ons af, en we vragen ook aan de wethouder, is het dan niet tijd zo langzamerhand voor een extra container waar mensen papier in kunnen dumpen? Het betekent niet dat wij daarvoor zijn, maar het schoot gewoon door mijn hoofd. Of is dat iets wat te kostbaar is en dupeer je dan de verenigingen die er op dit moment geld aan verdienen? Maar het was gewoon iets wat ons door het hoofd ging. Even een vraag van de heer Laarman.
Ja, dank u voorzitter. Ja, u gaf aan, meneer Veldmeijer, dat u het wel prijs zou stellen dat de gemeente uw bankstelling zou halen. Op zichzelf is er niks mis mee. Bent u ook bereid om de kosten te betalen? Ja, niks is gratis in deze wereld, dus dat zal betaald moeten worden. Maar het ging niet over mijn bankstel, hoor. En ik vraag me toch af, wethouder, of de gegevens kloppen zoals die zijn vermeld in het ROVA-rapport. Want hoe komen deze cijfers tot stand? Hoe betrouwbaar zijn deze gegevens? We voeren toch beleid op basis van deze gegevens, maar hoe betrouwbaar zijn deze gegevens? Is het niet op een gegeven moment een stukje wensdenken? Dat was het, voorzitter. Ik wil heer Veldmeijer gaan verder naar de volgende. Dat is de heer Jonker van de SGP. Dank u wel, voorzitter. De conclusie van de quickscan is dat Twenterland het goed doet, heel goed zelfs. Maar in het coalitieakkoord staat ook iets geschreven over herijking van het afvalbeleid, totale afvalbeleid. Het is goed om te verbeteren, daar is iedereen het wel over eens, maar focussen we ons als we iets goed doen wel op het goede. Want beter is vaak de vijand van het goede. Waarom dan veranderen? U constateert ook dat de tevredenheid van de inwoners zeer hoog is. 78% is tevreden over de inzamelfrequentie. En als je dan verbetert, moet je vooraf weten wat dit gaat kosten. Sterker nog, onze inwoners zouden dan het voordeel moeten voelen in de portemonnee. We zien nu een stijging van de afvalstoffenheffing en vastrecht. Hoe realistisch is de ambitie om naar 30 kilo te gaan? Denkt u nu werkelijk dat door het minder frequent ophalen van afval, dat er minder afval is? Moeten we nu zo nodig onze spaarzame centen gaan inzetten in verandering, waarvan we weten dat het geld gaat kosten en niet weten wat het oplevert? Ik kan mij ondergrondse containers best voorstellen bij appartementencomplexen. Maar in onze uitgestrekte gemeente is de SGP-fractie er niet van overtuigd dat dit de goede weg is. Als u dit wilt verwezenlijken door minder het restafval op te halen, bezuinigt u op de service voor onze inwoners. U rept met geen woord wat het betekent voor inwoners door minder het afval aan huis op te halen. En ook niet over de financiële consequenties daarvan. Door het laten plaatsen van nog meer ondergrondse afvalcontainers versterkt ROVA haar positie in Twenterand. Twenterand raakt daarmee meer haar regie kwijt. Herijken van het totale beleid is wat de SGP-fractie betreft ook kijken naar andere marktpartijen die de afvalinzameling zouden kunnen uitvoeren. Bent u dat met ons van mening? Voorzitter, conclusie, Twenterand doet het goed. Houden zo. Bespaar ons de bakjes voor het aanrecht, alstublieft. Dat kost ruim 50.000 euro en dat wordt nog meer, want de kosten van de distributie en de communicatie komen daar ook nog bij. De bewoners hebben aangegeven dat zij behoefte aan meer mogelijkheden hebben voor het aanleveren van grof tuinafval. U geeft aan dat een oorzaak kan zijn dat de inwoner niet voldoende op de hoogte is. Dat zou kunnen, maar ik denk dat dit een onderschatting is van onze inwoner. De SGP-fractie denkt dat de inwoner heel goed weet als het gaat om groen en grof tuinafval waar men nu terecht kan. Is de wethouder bereid om te kijken wat de mogelijkheden zijn? Het zijn vaak periodes wanneer de tuinen gesnoeid moeten worden. Er zal wellicht een locatie zijn in Den Ham en of Vroomsoop of in Vriezenveen. In Vroomsoop zit al een goed punt natuurlijk, daar hoef je niet naar te kijken, om dan tijdelijk te gebruiken voor inzamelen van tuinafval. Verder, voorzitter, wil ik nog kort ingaan op de raadsbrief omtrent oud papier karton, OPK afgekort. Ten eerste vindt de SGP-fractie vreemd dat ROVA de regie in de communicatie voert. De gemeente en niet ROVA is het aanspreekpunt van de OPK-inzamelaars. Dat vind ik ook verwarrend. Er zitten naar onze mening haken en ogen aan wat dat betreft. En wat de SGP-fractie betreft zou de gemeente een gezamenlijke bijeenkomst moeten organiseren met alle papierinzamelaars om dit te bespreken. Nu wordt er onder tijdsdruk, zoals het lijkt, een buitenkansje aangeboden. Maar ik kan het niet anders zien dan dat ook hier ROVA strategisch de handel naar zich toe trekt. De gemeente stelt de samenwerking met de inzamelaars zeer op prijs. Dat staat ook geschreven in de brief. Dan past dat de gemeente zelf
al dan niet met ROVA in gesprek gaat in een bijeenkomst voor de inzamelaars. Met de uitvoering van deze ROVA-brief kan juist de nekslag betekenen voor deze inzamelingsactiviteit van de inzamelaars die zich met hart en ziel inzetten voor de naasten. Dank u wel. Dank u wel, heer Jonker. Dan gaan we door naar de VVD. De heer Kopers. Dank u wel, voorzitter. Ja, de VVD heeft in eerste instantie nog twee kanttekeningen bij die voorgestelde verdere ontwikkeling van het afvalbeleid. Wij vragen ons af, gaat dit niet wat te ver? We hebben al een heel succesvol beleid en of het realistisch is om inderdaad terug te gaan naar die 30 kilo wordt zelfs in dit stuk nog betwijfeld. En om ieder huishouden nu weer een apart bakje te geven voor op het aanrecht, dat lijkt ons wat overdreven. Wij denken dat het merendeel van de huishoudens dit al lang heeft. Een extra bakje dat vast niet in het interieur van menig keukenpast eindigt vanzelf in een afvalbak en levert alleen maar meer afval op. Ook de frequentie van het aanbieden van de grijze container baart ons zorgen. Het gebeurt namelijk nog wel eens dat mensen vergeten om de bak op tijd aan start te zetten. Als je dat in dit nieuwe systeem doet, dan moet je dus een periode van 16 weken gaan overbruggen. Dat gaan de meesten niet redden. Natuurlijk kun je het dan zelf gaan aanbieden, maar dit werkt ook weer illegale stort in de hand. Zou het niet beter zijn om dit dan met gedifferentieerde tarieven verder te verbeteren? Dank u wel. Dank u wel, heer Kopers. Dan gaan we door naar de laatste in de rij en dat is de PvdA GroenLinks. De heer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Afval is big business. En hier gebeuren ook prachtige activiteiten. Ik ben zelf onlangs bij een tweetal afvalbedrijven geweest en heb daar rondleidingen gehad en mogen zien hoe die bedrijven bezig zijn om te innoveren, maar ook te investeren in hergebruik van materialen. Maar dat betekent wel dat die materialen die aangeboden worden eigenlijk van steeds betere kwaliteit zouden moeten zijn. Ik kom daar dadelijk nog op terug. Als het gaat over Twenterand, doet Twenterand het helemaal niet slecht als het gaat om inzameling van gescheiden en het scheiden van afval. Aantal ledigingen is op dit moment 6 en het gaat om 75 kilogram. En het werd al eerder gezegd, dat ligt zelfs onder de doelstelling in 2020, wat op 100 kilogram staat. Het scheiden van afval ligt op 86% en dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 75%. Anderen hebben het ook al gezegd, Twenterand doet het niet slecht, doet het eigenlijk goed. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Verdere reductie. Dat zouden we graag willen, of dat zijn de plannen van restafval naar 30 kilogram in 2025, is een mooi en goed streven. En hier hebben we nog een flinke stap in te zetten als we dat willen realiseren. Maar wat is daarvoor nodig? Omgekeerd inzamelen is als principe goed. Maar dat betekent wel, naar onze mening, dat je goed moet kijken hoe je beter afval kunt scheiden en kwalitatief kunt scheiden. Hergebruik is daarbij van groot belang. De kwaliteit van de grondstoffen die daarbij worden gescheiden, dat kan veel beter. Kijk naar de verpakkingen die gebruikt worden. Kijk hoe die verpakkingen gebruikt worden. Ga na welke verpakkingen je daarbij gebruikt. Het is goed dat er onderzoek wordt gedaan naar minder ledigingen in combinatie met ondergrondse containers. We vragen ons hierbij overigens wel af of de kosten die dit met zich meebrengen zullen opwegen tegen de gewenste effecten, althans voor Twenterand. Het schijnt dat daar wisselende successen mee zijn, maar ik denk dat in een plattelandsgemeente als Twenterand met verschillende kernen het de vraag is of dat wat het gewenste doel is ook het resultaat zal zijn op het moment dat je het op deze manier gaat doen. Wat ons betreft zetten we veel meer in op voorlichting en bewustwording. Bijvoorbeeld, wat ik al eerder gezegd heb, denk aan hergebruik, recycling, repaircafés en nu ten tijde van Sinterklaas, gisteren ook uitgebreid op televisie geweest, de Recycle Sint. We kunnen veel meer inzetten op hergebruik. De bakjes voor het GFT, 50.000 euro, we vragen ons af of dat nuttig en wenselijk besteed is. Graag ook daar de reactie van de wethouder op. Tot slot, voorzitter, zou ik toch nog graag aandacht willen vragen, wat je ook steeds toch nog wel ziet, ook in Twenterand, is het dumpen van zwerfafval. Ik kom zelfs in de omgeving waar ik woon, bovenaan de Bergweg, nog wel eens tegen dat daar stoelen en banken
worden gedumpt. En die zie je ook op andere plekken. En ik denk dat we daar op moeten handhaven en dat dat ook tegenopgetreden moet worden. En dat dat onderdeel moet zijn van dit verhaal. Dank u wel. Dank u wel, heer Reusken, voor uw bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan de wethouder. Nou, voorzitter, dan zal de raad me ook bijna wel zat zijn, hè, na drie onderwerpen. Maar goed, u moet het er maar mee doen, denk ik dan maar. Het heeft onze voorzitter van de raad behaagd om dit allemaal in één avond te stoppen. Dus ja, dan hebben we het daar mee te doen. Ben je morgen aan het schrijven? Dat zou heel goed kunnen, meneer Reusken. Voorzitter, dank voor alles wat de raad heeft aangegeven over de quickscan afvalbeleid. Terecht dat sommigen ook al de link met het coalitieprogramma leggen, waarin er ook sprake is van een herijking van het totale afvalbeleid. Dus ik ben content met wat u daarover hebt aangegeven. En ik ga maar gewoon even uw bijdrages bij langs zoals u dat gedaan hebt. Dus dan begin ik bij meneer Laarman. U begint eigenlijk met een op zich best wel technische vraag. Want als je al die cijfers beschouwt, u zegt ook al van ik vind het best wel onmerkelijk dat we in een heleboel zaken ver bovenaan staan. Maar dat het totaal minder goed scoort. U mag niet van mij verwachten dat ik u daar een heel concreet antwoord op geef. Daar heb ik gewoon niet het verstand van om dat allemaal precies te weten. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar als u daar een antwoord op wilt weten, dan vraag ik u om even contact op te nemen met een van onze ambtenaren die u daar ongetwijfeld meer over kan vertellen. U geeft ook aan enkele verbeterpunten en met name meer inzetten op communicatie. En we hebben gezien in de inzameling van onze alles wat er in de container zit. Er worden dan sorteerproeven op gedaan. En dan zien we dat er relatief veel GFT-afval in de restcontainer zit. En dat brengt je ook op de gedachte, wat kunnen we daarmee doen? Kunnen we daar ook dat keukenbakje, sommigen die zeggen ook van voor ons hoeft dat allemaal niet. Die signalen hebben we inderdaad al veel meer gehoord. Maar de reden dat het college dit toch heeft voorgesteld, dat is dat zo'n bakje ook een aanleiding is om weer te communiceren over elkaar, over die GFT. Wat kan er wel in, wat kan er niet in en hoe dan? Dus ook zo'n bakje geeft ook aanleiding om die communicatie ook heel concreet weer op te pakken. Wij gaan wel even heel goed kijken, want terecht dat een aantal van u de vinger daar ook al bij legt. De vraag is of inwoners daar ook allemaal op zitten te wachten. Dus ik wil ook wel even met onze ambtenaren, maar ook met onze adviseurs bij Rover daar even heel goed naar kijken. Wat is een goede manier daarin om, want het een huis aan huis verdeling van die bakjes, dat lijkt mij zelf persoonlijk niet een goede manier. Dus daar gaan we gewoon even heel goed naar kijken hoe we dat wel op een goede wijze kunnen doen. Daar zult u vast als burger ook het een en ander weer van merken. Textiel, meneer Laarman, legt u ook al even de vinger bij, wordt op dit moment onvoldoende gefaciliteerd. En u geeft al suggestie van, kan er ook een aparte container op het afvalbrengpunt bijkomen? Dat weet ik op dit moment niet of dat zinvol is. Wat ik wel weet, dat is dat de wereld van het textiel heel erg in beweging is. En dat maakt ook dat ons partnerbedrijf Rova, die voor ons dus inderdaad de uitvoering van het afvalbeleid doet, ook geen langjarig contract met een textielinzamelaar meer afsluit. Maar dat houdt op korte contracten, omdat de textielwereld heel erg in beweging is. Wij zien dat in onze restcontainer, dat daar zeker nog best wel wat textiel in zit. Dus het is ook echt een punt van aandacht, niet alleen voor onze gemeente, maar voor heel veel gemeentes, van hoe kunnen we daar verder mee aan de gang gaan. Maar op dit moment is het nog iets te vroeg om daar heel concreet in Twenterand ook een actie op te zetten. Dus ook uw suggestie van die aparte container wil ik zeker in het geheel ook meenemen. Een aanvullende vraag van de heer Laarman.
Ja, een vullende vraag en opmerking. Ja, ik heb uw kadertje ook gelezen van Richer, die stopt er ook mee, of met het textielenzamen. Maar juist, het is juist goed, want volgens mij is het toch een belangrijke grondstof. En willen we naar die 30 kilo toe, dan is dat toch ook een van de producten die je eruit kunt halen. En heel goed die recyclen is. Alleen de markt die schijnt dat niet op de een of andere manier niet goed op te kunnen pakken. Maar ik denk toch dat het belangrijk is dat het gebeurt. En dat wij het in Twente al niet gelijk kunnen regelen, dat snap ik wel. Maar ik wil er toch wel eventjes de vinger bij leggen. Voorzitter, dat snap ik. Ik denk ook, en een aantal van u heeft dat ook al aangegeven, dat we vooral ook moeten kijken naar kwaliteitsverbetering. Want als je bij textielinzameling kijkt, dan is het ook van belang dat je bepaalde stromen inzamelt die je ook weer kunt hergebruiken. Een heel groot deel van het ingezamelde textiel verdwijnt of naar het buitenland of wordt laagwaardig verwerkt. En je wilt er ook juist naartoe dat je met bepaalde stromen, dat je die wel hoogwaardig kunt verwerken. Dus ik geef ook al aan dat die markt heel erg in beweging is. En ik denk dat we ook in ons bedrijf Rova, waar wij ook gewoon aandeelhouder van zijn, dus in die zin is het ook voor een deel ons eigen bedrijf. Dat is ook een bedrijf die veel kennis op dat gebied heeft, dus die zal ook voor ons de ontwikkelingen heel nauwlettend volgen daarin. Dus terecht dat u ook zegt dat dit echt een aandachtspunt moet blijven. U gaf aan rond het oud papier of het ook goed zou zijn dat we zouden stoppen met de inzamelaar knol. Ik kan me voorstellen dat u dat logisch zou vinden, maar de inzamelaar Janssen Koevoorden. Ik weet dat er een aantal inzamelaars in onze gemeente zijn die graag met Janssen nog een contract zouden willen aangaan. Maar zij nemen geen nieuwe inzamelaars meer aan. Dus dat is even zoals het is op dit moment. De oud-papiermarkt is buitengewoon lastig. U hebt het ook gelezen in de memo die erbij is. Dus daar hoef ik verder niet heel veel op toe te lichten. Dus het is buitengewoon lastig. En we hebben er alle belang bij dat de inzamelaars dat die niet stoppen. Maar dat die door kunnen gaan omdat het ook een goede infrastructuur is die zich al meer dan 10 jaar gewoon heeft bewezen dat dit voor ons ook werkt in Twenterand. Nogmaals een vraag van de heer Laarman. Ja, inderdaad, voorzitter. Ja, ik vind het ook belangrijk dat de verenigingen dat blijven doen. Maar er moet ook een rechtvaardig systeem overblijven. Want als Knol zegt, ja, ik betaal maar €20 meer en dat moet aangevuld worden gemeend. Maar Janssen, dan gaat Janssen ook in zijn tarief onderuit. Dus daarom denk ik ook, als je een rechtvaardig systeem over wil houden, dan denk ik dat je toch op een gegeven moment met één logistieke afnemer verder moet gaan. Naast de Rova. Want de Rova neemt dat over. De vereniging wordt nu de keus gegeven van, u gaat nu verder. Of u gaat nu verder met Rova en u krijgt een bepaalde vergoeding hiervoor. Zo heb ik het de stukken ook gelezen. En dan zal het voor Knol heel makkelijk zijn om de tarieven nog lager aan te bieden of lagere tarieven te geven. En de gemeente vult wel aan. En dat is onrechtvaardig ten opzichte van de anderen die dus bij Janssen zijn. En dan krijg je ook rechtsongelijkheid. Dus van daaruit lijkt mij het gunstig om in de toekomst toch naar eentje te gaan. Nou, voorzitter, met dat laatste te beginnen, daar gaan wij niet helemaal over. Het systeem zoals we dit in Twenterand al sinds jaar en dag houden met elkaar, dat is dat wij meer dan 20 inzamelaars hebben in alle kernen die met elkaar een dekkend netwerk gerealiseerd hebben. En u hebt ook gezien in de cijfers dat de opbrengst van papier in Twenterand bovengemiddeld is. Dus dat betekent ook dat onze inwoners met al die vrijwillige inzamelaars hun papier gewoon goed kwijt kunnen. En daarmee geef ik ook gelijk een antwoord op de vraag van de heer Veldmeijer. Het is op dit moment niet aan de orde dat de gemeente zelf een container bij zou plaatsen. Want het netwerk wat de vrijwillige inzamelaars met elkaar gemaakt hebben is dekkend voor Twenterand. En dat is het al meer dan 10 jaar. Dus dat gaat goed. We zien op dit moment, zeg maar in 2018 hebben wij de afspraken die 10 jaar gegolden hebben, die hebben wij weer vernieuwd. Dat hebben wij met bijeenkomsten met de inzamelaars gedaan, meneer Jonker. Dus die gezamenlijke bijeenkomst die is vorig jaar is die geweest. Ik ga ervan uit dat u dat overigens ook gehoord hebt vanuit uw achterpan. Dus er zijn ook naar tevredenheid nieuwe afspraken gemaakt met alle inzamelaars.
Alleen het probleem is, en dat is niet alleen in onze gemeente, dat speelt in heel veel gemeentes, dat de oud-papierprijs heel erg onderuit is gegaan. En dat maakt dat met name de knolinzamelaars nu een acuut probleem hebben. En met dat probleem zijn ze bij de gemeente gekomen, zo van, kunt u ons helpen, want anders moeten wij stoppen met inzamelen. En daarvan heeft de gemeente gezegd van, wij hechten waarde aan die inzamelstructuur. Dus wij willen kijken of we u kunnen faciliteren. Vandaar het voorstel om een keuze te geven aan de vrijwillige inzamelaars. U mag of op uw eigen manier verder inzamelen. En wij gaan ervan uit dat de Janssen-inzamelaars dat blijven doen, omdat die gewoon toch een wat betere prijs hebben bedongen, die zij al jaren hebben. Of u mag zeggen van, wij willen het risico niet meer lopen en zeg maar de ROVA die neemt de administratie van het geheel over, want dat is het eigenlijk. En u krijgt voor elke ton die u inzamelt, krijgt u een vaste bijdrage. En dus voor elke inzamelaar is die keuze er. Dus dat is ook rechtvaardig. Een vraag van de heer Jonker. Ja, dank u wel, voorzitter. Het systeem vindt de SGP ook rechtvaardig, dat in de richting tot de heer Laarman. Maar nu tot de wethouder. Ons probleem zit met name in dat ROVA regie voert op dit dossier. De inzamelaars die hebben afspraken met de gemeente. En nou stuurt ROVA rechtstreeks een brief naar die inzamelaars. En die zet ze een beetje onder tijdsdruk. Voor 15 december moet u reageren. Dan krijg je, dan kun je gebruik maken van onze diensten. En of u blijft gewoon datgene doen wat u wel blijft doen. Maar de adder is onder het gras. Er staat ook in diezelfde brief dat als er inzamelaars stoppen, dat ROVA in de betreffende omgeving gaat inzamelen. Dus dat is wat ons betreft een heel open eind. En dat geldt niet alleen, u refereert aan mijn achterban. Kijk, ik sta hier voor heel Twenterand. Dus die opmerking vind ik even niet kies, voorzitter, maar goed, die laat ik voor rekening van de wethouder. Alle inzamelaars die hebben nu een contract met de gemeente. En ik vind het zorgvuldig en zuiver dat ook de gemeente de regie voert om in gezamenlijkheid, wat betekent dat nou voor die inzamelaars? En dat vind ik, dat moeten we niet overlaten aan ROVA, want we worden allemaal geroepen, ja, de markt is nou moeilijk en dit en dat. Over een half jaar kan het wel heel anders de vlag erbij staan. En we weten ook niet wat de gemeente het gaat kosten. He, want ik lees dit niet in het stuk in de memo, maar in Tubantia heb ik toch wel een bedrag gelezen van 44.000 euro. Dus waar beginnen we aan? Dus mijn oproep is aan de wethouder, haal die inzamelaars bij elkaar, want als de helft of vier of wie dan ook besluit om te gaan stoppen, wat betekent dat voor die andere inzamelaars? Dat is gewoon de nekslag en dat is, ja, doodzonde. Voorzitter, ik gaf u ook aan, en dat was ook de achtergrond van mijn opmerking. Vorig jaar hebben we uitgebreid met alle inzamelaars een bijeenkomst gehad. Zijn alle afspraken zijn ook weer doorgenomen met elkaar. Er zijn goede afspraken gemaakt. En op het moment dat een van de inzamelaars bij ons komt met het verhaal van, wij houden dit niet meer droog, wij kunnen dit niet meer doen, dan gaat de gemeente ook kijken, wat kunnen we dan wel? Want wij hebben een inzamelplicht als gemeente. Wij moeten dit gewoon doen, dat is een taak van ons. En dus als onze vrijwillige inzamelaars het niet kunnen doen en het niet voor elkaar krijgen, ermee stoppen, ja, dan zullen wij op bepaalde plekken dat over moeten nemen. Dus dat is ook wat u hebt gelezen in de brief. Ik wil wel aangeven, ROVA voert geen regie op ons afvalbeleid. Dat doen wij zelf. ROVA is onze uitvoeringsorganisatie. En dat betekent ook dat ze namens ons ook brieven stuurt die afgestemd zijn met ons. He, dus er is geen sprake van dat ROVA eigenstandig dingen gaat doen. Zij zijn niet meer dan een uitvoeringsorganisatie van de gemeente.
En op dit moment heb ik van de inzamelaars, en ik heb er een aantal gesproken die dus concreet een probleem hebben, heb ik geen signalen dat dit op dit moment nodig is om een bijeenkomst te doen. Als dat wel het geval is, hè, als er breed, en ze weten elkaar te vinden hoor, want ze kennen elkaar ook, dus als er breed een signaal komt van wethouder, het zou goed zijn om de mensen bij elkaar te roepen, dan gaan we dat gewoon doen. Ja, maar op dit moment heb ik die signalen niet anders dan dat het via u komt. Hè. Dus als het nodig is, dan zullen we zeker niet schromen om dat te doen. Ja, voorzitter, nog ter aanvulling daarop. Het staat voor mij ook niet ter discussie dat de gemeente haar verantwoordelijkheid ook niet neemt en dat ze ook de inzamelaars niet weet te vinden. Maar het komt op de SGP-fractie als bevreemdend over dat ROFA brieven gaat sturen, terwijl er vorig jaar nog goede afspraken zijn gemaakt, ook voor 5 jaar, meen ik, of misschien nog langer. En dat dit nu onder grote tijdsdruk, voor 15 december, als er nu mensen in paniek gaan reageren van, nou, wij stoppen ermee, wat betekent dat voor de overigen? Want diegenen die nu gaan de keuze maken voor stoppen, wat betekent dat voor de overige zamelaars? Gaat ROFA dan het papier ophalen? Wat gaan we doen? Want dat is ons niet helder. En los nog van de kosten. Dus nogmaals, mijn inroep, maar u hebt al toegezegd als het nodig zou zijn, maar ik zou pleiten voor, maak het duidelijk en ga inventariseren bij die inzamelaars, als dat een kleine moeite is. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vooralsnog ga ik ervan uit dat de brief die ROFA namens ons gestuurd heeft aan de inzamelers, dat die duidelijk genoeg is. Als er andere signalen komen, dan zullen we conform handelen, zoals ik al gezegd heb. Nog eventjes over de Diftar-paradox, door een aantal raadsleden ook aangegeven. Het stuk geeft, de quickscan geeft ook een soort van winstwaarschuwing daarin dat de verwachting is dat ons afvalfonds dat wij eigenlijk hebben om prijsstijging een beetje te nivelleren, dat dat mogelijk in 2024 dat afvalfonds op is. Dus dat betekent ook dat we voor die tijd misschien als gemeente ook moeten schakelen. We zien dat in de landen meerdere gemeentes zijn die forse verhogingen voor hun afvalstoffenheffingen doorvoeren. Want je ziet inderdaad gebeuren dat naarmate er meer gescheiden gaat worden, dat het gek genoeg soms duurder gaat worden. En wat ook meespeelt, een aantal van u legde daar ook de vinger bij, dat de PMD-inzameling soms best lastig te organiseren is, ook qua stoffen. Ook qua hergebruik en dat soms ook het duurder maakt. Het zijn ook zaken waar wij als gemeente lang niet altijd invloed op hebben. Er zijn net weer nieuwe raamovereenkomsten met de VNG ook gesloten. Het lijkt erop dat in financieel opzicht voor onze gemeente weinig effect heeft, maar voor sommige gemeentes is dat ook anders. Dus we blijven dit gewoon heel goed volgen en mocht er de noodzaak zijn om u daar actief over te informeren, dan zullen we dat zeker doen. Voorzitter, de PVV gaf aan dat hij heel tevreden is met de huidige manier van inzameling. Daar ben ik blij mee om dat te horen. En u hebt ook een concrete vraag over het inleveren van bankstellen. Normaal gesproken is het zo dat waar het gaat om groot huishoudelijk afval, zeg maar, dat de inwoners daar zelf ook verantwoordelijk voor zijn. Dat ze daar ook een telefoontje voor kunnen plegen. Voor zover ik weet is er de mogelijkheid dat het wel opgehaald kan worden. Maar ik laat dat even voor u navragen en u krijgt daar antwoord op. Ja, want ik weet dat in sommige stedelijke gemeentes hebben ze inderdaad de service dat ze 1 keer in de maand een grof huishoudelijke route kunnen rijden. Juist om te voorkomen dat mensen dit soort afval gaan dumpen. Dus die zeg ik toe dat u daar antwoord op krijgt hoe dat precies zit. Ten aanzien van de betrouwbaarheid van de gegevens, ja voorzitter, ik weet niet beter dan dat dit gewoon betrouwbare gegevens zijn. Dus u maakt het verder ook niet concreet waar u twijfels aan hebt. Dus ik heb ook geen signalen dat ze niet betrouwbaar zouden zijn. Voorzitter, volgens mij heb ik alle punten die genoemd zijn, heb ik voldoende beantwoord, toch? Zeg. Ja. Ik geloof dat er nog een vraag aankomt van de heer Laarman.
Ja, ik heb eigenlijk een paar kleine aanvullingen en vraagjes. Het GFT-bakje wat u als cadeau wilt geven en waar sommigen ook al de vraag hebben, is dat wel zo'n goed idee? Heeft u ze al besteld? Oké. En heeft dit ook gewerkt bij andere gemeentes? Dan kunt u het nog eens navragen. Ja, misschien weet u het ook, maar heeft dat als tool ook gewerkt bij andere gemeentes? Dat de communicatie, of ja, dat dan, ja, je gebruikt dat als een tool om de bewustwording, betere bewustwording, et cetera. Dat moet eigenlijk het bakje. En werkt dat bij andere gemeentes? Weet u dat of kunt u dat navragen? Voorzitter, bij een aantal gemeentes heeft dit inderdaad gewerkt. Ik gaf ook al aan, het is vooral ook een bewustwordingsmiddel, dus een communicatiemiddel. Zeg maar, zo gebruiken we hem ook. En we zijn ons er ook van bewust dat lang niet iedereen dit zal gebruiken. Mensen hebben vaak ook hun eigen manier om hun GFT te scheiden. Dus we kijken ook even heel goed. We willen geen dingen doen die mensen niet gebruiken daarin. Dus wij kijken daar wel even heel goed naar. Dus hebben ze zeker nog niet besteld. Voorzitter, dan heb ik nog één vraag of een aanvulling. En dat is eigenlijk wanneer u met een voorstel komt over het laagfrequentie, dus één keer van één keer in de vier weken naar één keer in de acht weken restafval ophalen. Er zijn mensen geweest die in het verleden die hebben een restafvalcontainer omgeruild van 240 naar 120 liter. Ja, dat moet dan eigenlijk ook andersom weer mogelijk kunnen zijn als u dat meeneemt in het voorstel. Dan zullen we het voorstel dan bekijken. Ja, nou, voorzitter, er zijn inderdaad een aantal dingen genoemd. Hè. U gaf zelf ook al aan, wilt u dan ook even kijken of die glasbakken die nog niet gerealiseerd zijn, die ondergrondse glascontainers, of u dat dan ook mee kunt nemen? Nou, dat zeg ik u toe, dat we daar dan ook nog even heel goed naar gaan kijken. En er zijn ook een aantal dingen genoemd om mee te nemen, ook een aantal vragen van is dit allemaal wel zo handig? Ja, daarom doen we dus juist ook dit onderzoek, hè? Want dit is niet iets wat je zomaar doet. Hè? U hebt volgens mij zelf, meneer Laaman, ook kennis van hoe het in de gemeente Staphorst bijvoorbeeld gegaan is. Dus wij willen wel heel goed kijken voordat wij dit soort dingen ook gaan invoeren. Dus we zullen u ook zeker dienen met een goed voorstel waarin ook de kosten inzichtelijk worden, maar ook de effecten inzichtelijk worden. En het zal u voor de kadernota aangeboden worden. Nog een vraag van de heer Jonker? Ja, ik heb nog twee vragen openstaan. Bent u klaar met de beantwoording? Nee? Nee, oké. Ja, of u ook bij de herijking bereid bent om te kijken naar andere marktpartijen die de afvalinzameling zouden kunnen uitvoeren. En de tweede, de bewoners hebben aangegeven dat ze meer behoefte hebben aan meer mogelijkheden voor het aanbieden van grof tuinafval, meer verspreid over de gemeente, dus niet alleen in Vroomshoop. Ja. Voorzitter, dat klopt. Ten aanzien van het grof tuinafval, je hebt gezien hoe we dat in de quickscan verwoord hebben. Vooralsnog ga ik ervan uit dat dit voldoende is. Maar als er andere signalen komen en wij weten ook dat onze inwoners onze uitvoeringsorganisatie ROVA heel goed kunnen vinden. Zeg maar. Als zij punten hebben, dan wordt er gewoon gebeld daarin. En wij hebben vooralsnog geen signalen dat dit een heel groot en aangelegen punt is. He, dus vooralsnog, wat in de quickscan verwoord staat, zou ik niet willen aanpassen op dit moment. En ten aanzien van of wij ook naar andere marktpartijen gaan kijken, ja, dat ligt natuurlijk niet voor de hand. Wij zijn niet voor niks aandeelhouder van onze uitvoeringsorganisatie ROVA. Hè. Dus dat betekent ook dat bedrijf voor ons een stuk uitvoering van ons afvalbeleid doet. En via het aandeelhouderschap hebben wij daar ook behoorlijk veel invloed op. En de dienstverleningsovereenkomst, laat ik die gewoon ook benoemen. Voorzitter, dan de laatste vraag nog over het zwerfafval van de heer Reusken. U gaf ook aan he, dat een punt van aandacht blijft. Ik ben dat helemaal met u eens. Dat heeft vooral ook te maken met handhaving. We weten ook dat als handhaving ook zichtbaar is in het buitengebied, dat ook daadwerkelijk helpt om de dumping van afval te verminderen. Nou, nu hebt ook bij de programmabegroting hebt u ook geaccordeerd dat we onze handhavingscapaciteit kunnen uitbreiden. De heer Jonker. Ja, dank u wel. Ik had nog een aanvullende vraag op het antwoord van de heer, of mevrouw de wethouder.
Ik lees in de quickscan heel duidelijk dat de mensen meer behoefte hebben aan meer mogelijkheden voor het aanleveren van grof tuinafval. En ik hoor de wethouder zeggen dat u vooralsnog geen signalen heeft om dat aan te passen. Nee, hier staat gewoon duidelijk, we hebben meer behoefte aan meer mogelijkheden, dus meer locaties. Bent u daar ook bereid om daarnaar te kijken? Dat is de vraag die ik stel. Nee, voorzitter, op dit moment ben ik dat niet. Zoals het in de quickscan verwoord staat, vind ik het voldoende. Want u moet zich wel realiseren dat alle extra dienstverlening die wij ook doen naar onze burgers, dat dat ook kosten met zich meebrengt. Dus wij moeten ook in ons afvalbeleid, moeten we ook die kosten en baten goed wegen met elkaar. En wij hebben dit zo eerst neergezet. En nogmaals, als er heel veel signalen komen dat het anders moet, dan kom ik weer bij u terug. Dank u wel, mevrouw de wethouder. Dan kijk ik even rond of er nog behoefte is voor een tweede termijn. Dat is er niet. Dan gaan we naar de afronding van dit onderwerp. Ik meen een toezegging te hebben gehoord over de voortgang van de ondergrondse glasbakken. Klopt dat? Ja. En kan dit onderwerp doorgaan naar de akkoordagenda? Dan gaat deze door naar de... Deze is mij even ontgaan, de toezegging. Ja, even toezegging over het bankstel natuurlijk. Maar waar gaan we dan over stemmen? Over de inhoud van de quizscan? Dan gaat dit onderwerp door naar de bespreekagenda. Nee. Mag ik misschien eventjes... Nog een woord van de wethouder? Ja, is dit een raadsvoorstel waarin gevraagd wordt om kennis te nemen van het rapport die quickscan en waarbij instemming gevraagd wordt voor het onderzoek naar die invoering van het laagfrequente systeem. En er is nog een toezegging gedaan richting de heer Veldmeijer om over die bankstellen even terug te koppelen. Ja? Ja. Nee, er is volgens mij niks te bespreken. Ik doe nog eenmaal een ronde. Wil nog iemand dit onderwerp op de bespreekagenda? Niet? Ja, zo cool. Dan is het bij deze akkoord bevonden. Dank u wel. Bedankt voor vanavond en voor de meesten tot morgenavond.